Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Welkom in de Bali, welkom bij het programma Goed Werkgeverschap, de werkgever aan zet. Een avond georganiseerd door de onderzoeksredactie van de Bali, die noemen wij Live Journalism. En eigenlijk een gevolg van nu bijna 5 maanden onderzoek naar de positie van mensen die wel een baan hebben in Amsterdam, maar toch moeilijk rondkomen. Dat hebben wij altijd genoemd, mensen keihard werken, amper rondkomen. En op 12 juni organiseren wij daar een groot theaterstuk over, waarin we de positie van die mensen naar voren brengen. We hebben met veel mensen gesproken. Er zitten ook een aantal bekende gezichten die al een aantal maanden bij ons zijn en hun verhalen gedeeld hebben. En in de aanloop daarnaartoe beseften we eigenlijk steeds meer. Goedenavond. Ga lekker zitten. En fijn dat je er bent, toch? Ja. Beseften we eigenlijk steeds meer dat er een groep mensen is, of in ieder geval dat we te weinig praten met de werkgevers over dit onderwerp. Dat heeft een aantal redenen, denk ik. We hebben veel werkgevers voor vanavond uitgenodigd, maar veel wilden niet komen. Misschien toch wel leuk om te weten, en dat is meteen een compliment voor iedereen die er wel is. Ik zal u een paar redenen opnoemen. De NS. Als NS profileren we ons via andere wegen. ABN AMRO. De avond past niet in onze agenda qua positionering. Ja, en de gemeente was helaas ook niet in de gelegenheid om iemand af te vaardigen, terwijl we, nou, ik denk ondertussen al 4 maanden contact met ze hebben over dat de avonden aankomen en dat we ze graag erbij willen hebben. Nou, u mag daar zelf van maken wat we willen, maar wij zijn in ieder geval enorm blij dat we vanavond een aantal werkgevers in de stad hebben die zeiden, daar willen we juist wel over praten. En dat gaan we vanavond doen. En nog even ter achtergrond, mijn naam is Tim Wagenmakers en ik ben programmamaker bij de Bali en begeleid u dus door deze avond. We gaan ongeveer praten tot 8:30, max 9:00, afhankelijk van hoe interessant we het allemaal vinden. Want omdat we met, we zijn gezellig onder elkaar, kunnen we ook echt het gesprek denk ik met elkaar voeren vanavond. En dat is ook wel het leuke aan deze setting. We hebben geen podium met een panel die zenden en vervolgens kunt u een vraag stellen. Maar juist omdat we zo zitten en de ruimte in het midden leeg is, kunnen we met elkaar in gesprek gaan en het gesprek verder brengen. We hebben ook even gekeken in Amsterdam wat nou de grootste werkgevers zijn. Dat valt eigenlijk een beetje samen met waarom we het zo jammer vonden dat de gemeente niemand kon vinden vanavond. Maar we hebben wel bijvoorbeeld, er is iemand van Pantar vanavond, grote werkgever in de stad. Het zijn cijfers uit 2017, we zullen zo horen of die nog kloppen. Van de gemeente gekregen overigens. We hebben ook Cordaan is hier ook vanavond. En we hebben 2 andere werkgevers die ook een grote rol spelen in de stad. Maar om even aan te geven, als je het hebt over het aantal minima huishoudens in de stad. Nou, dat zijn er ongeveer rond de 40.000. Als je kijkt naar het aantal banen wat hierin zit, dat zijn er best veel. Dus hè, als je iets met deze bedrijven kunt doen, kun je best een slag slaan, zouden wij zeggen. We gaan het vanavond daarover hebben. Hoe kunnen we gezamenlijk zorgen dat werk loont? Emotioneel, maar ook financieel. We gaan het hebben over de vraag tot hoever reikt je verantwoordelijkheid als werkgever bij je werknemer en waar stopt die? In hoeverre reikt je verantwoordelijkheid naar de mensen die extern bij je bedrijf binnenkomen? En in hoeverre is er een rol voor de gemeente ook weggelegd om iets te vragen van de bedrijven die op hun grondgebied staan? En wat kunnen we dan vervolgens vragen van die bedrijven? Uitgangspunt is dus om juist die situatie te bespreken in de context van de mensen die moeilijk rondkomen. En als je kijkt naar de situatie rond werkende armen in de stad, zijn er dus best wat mensen die om allerlei redenen, er zijn veel kwetsbare groepen in de stad, Wiemar Bolhuis zal er zo wat meer over vertellen, toch niet aan een goed salaris kunnen komen. En die vraag willen we ook vandaag stellen. Wat we gaan doen is, we gaan zo luisteren naar Wiemar Bolhuis. En daarna openen we dus het gesprek. Elke keer, we hebben een aantal mensen uitgenodigd om eerst een korte reactie te geven, maar daarna is het vooral ook aan u om mee te praten. Aan iedereen in de zaal, steek dan even je hand op, dan kom ik met een microfoon naar u toe. Misschien dat u denkt, wat doet die jongen overdreven met zo'n zendertje, want we zitten hier met 40 man. Maar er kijken miljoenen mensen mee op de livestream. En die kijken het ook allemaal terug. Dus vandaar ook, als u iets wilt zeggen, steek dan even uw hand op, zodat ook thuis mensen mee kunnen kijken. En het is trouwens wel waar dat we veel ook raadsleden gesproken hadden die niet konden. Die zeiden, we willen het wel terugkijken. Dus gebruik dat moment ook om een bredere groep aan te spreken, zou ik zeggen. Laten we eerst dan even een beeld krijgen van een aantal mensen in de zaal. Een aantal van onze gasten, de werkgevers vooral en de raadsleden. Als ik even begin bij Cordaan. André Brand, directievoorzitter thuiszorg. Als u even wil gaan staan, geef ik deze aan u. Yep. Een van de grootste zorgorganisaties. Dat zag ik, ja. Verrast dat u?
Nee, we dachten ook. Nog meer mensen dachten we eigenlijk. Ik zag 5400. Ja? Maar, nou, dat was de eerste vraag. Hoeveel werknemers heeft u in Amsterdam? Ik dacht rond de 7000. Rond de 7000. En we hebben ook nog een belang in thuisdiensten, zeg maar. Dat is de schoonmakerclub. En dat zijn het ook nog wel, denk ik, 1500, schat ik in. Ja, zeker. En heeft u ook een idee hoeveel mensen u extern inhuurt? Ja, dat zijn er ook heel, zijn er te veel, denk ik. Maar zijn er wel veel. Het zijn er te honderden, veel, zegt u meteen. Ja, zeker. Ja. En als we het vanavond hebben, we gaan het vanavond hebben over de positie van mensen die moeilijk rondkomen en de relatie tot werkgever. Als u kijkt naar uw eigen personeel, wat is dan de grootste kwetsbaarheid die u daarin ziet momenteel? Ik denk de grootste kwetsbaarheid is denk ik om de mensen gezond aan het werk te houden tot hun pensioen. En wat bedoelt u met gezond? Bedoelt u financieel? Nee, zeker niet. Ik denk dat de zorg is een zwaar beroep. Ja. En als ik kijk naar ons verzuimpercentage is dat redelijk normaal. Hè? Het kan altijd lager natuurlijk, maar is redelijk normaal, marktconform. Maar boven de leeftijdsgroep 55 plus is het meer dan 10% structureel. Ja. Dus dat geeft eigenlijk aan dat in de zorg op een bepaald moment mensen moeite hebben om gezond, fysiek gezond, zeg maar, aan het werk te blijven. En mensen moeten steeds langer werken. Dat is, daar gaat de discussie over, ja zeker. Ja. Heel goed, dan weten we een beetje uw inzet vanavond ook. We gaan naar Eline van Wilde, directeur HR van sociaal werkbedrijf Pantar. Pantar is eigendom van de gemeente, zag ik 100%. U mag vasthouden, ja. En u helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Postbezorging, vakken vullen, order pikken, kan van alles zijn. Ja. Is Pantar, kan ik zeggen, een uitzendbureau? Nee. Wat bent u dan? Wat doet u? Wij hebben mensen echt in dienst. Hier mensen in en dienst. Wij proberen mensen door werk een bestaansrecht te geven. Wij doen meer voor mensen denk ik, dan een gemiddeld uitzendbureau. Daarom zei ik zo stellig nee. Ja. Heel goed. Hoeveel mensen heeft u, is er mensen bij jullie in dienst? Veel meer dan dat getal. We hebben 3000 mensen met een arbeidsbeperking in dienst. En dat zijn verschillende doelgroepen. 3000 mensen. En externe? Niet zoveel. Niet zoveel. Ik denk max 50. Max 50. Ja. En als ik dezelfde vraag aan u stel. Wat is nou in uw dagelijkse werk of het werk van Pantor de kwetsbaarheid die bij uw personeel zit? Bij mensen die onder de participatiewet bij ons in dienst zijn, is de kwetsbaarheid dat het moeilijk is om duurzaam werk voor ze te vinden en ook goede arbeidsvoorwaarden. Hoe kunt u dat concreet maken? Is er iemand waarvan u zegt, die komt meteen in mijn gedachten op? Nee, dat is wel echt een groep. Dus wij mensen zijn kort bij ons in dienst, max 2 jaar. En in principe proberen we ze dan voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. Maar wat wij merken is dat het heel moeilijk is. Dus het is heel moeilijk om in die 2 jaar op dat niveau te komen. We hebben ook de werkbrigade. Dat zijn mensen die geen arbeidsbeperking hebben, maar wel een grote afstand. Langdurige bijstandsgerechtigen. En we zien dat het heel moeilijk is om in die 2 jaar voldoende te ontwikkelen. Zodat ze ook echt op die reguliere arbeidsmarkt duurzaam aan het werk kunnen gaan. Toch, als je de kranten leest, dan lees je dat het goed gaat met de economie en dat er steeds meer banen zijn. Dus ik zou zeggen, mensen staan te springen. Ja, maar ik denk dat die mensen ook niet zo lang in de bijstand hebben gezeten. En die mensen hebben vaak, nou, daar gaan we het vanavond denk ik ook nog over hebben, ook andere problemen dan alleen maar aan het werk blijven. Dus inderdaad, financiële problemen, wonen, van alles. En het vraagt heel veel begeleiding en aandacht om die mensen duurzaam ergens aan het werk te krijgen. Waar bent u nou als werkgever, als Pantar benieuwd naar op zo'n avond toen u hier naartoe fietste? Wat dacht u? Wat zou ik nou interessant vinden? Nou, ook wel hoe andere werkgevers daarmee omgaan. Want we zijn niet alleen maar meer als Pantar nu. Die hebben we niet de verantwoordelijkheid voor de mensen onder de participatiewet. Maar alle reguliere werkgevers. Ja. Dat is het idee ook van de participatiewet. Dus ook hoe anderen daarmee omgaan. Daarvan leren. Maar ook wel de politiek, de gemeente. Ja, wat voor plan hebben we met die mensen om meer duurzaamheid te creëren? Gebeurt het vaak eigenlijk dat u in zo'n setting met bedrijven praat over goed werkgeverschap? Jawel. Genoeg? Ja, maar wel veel in onze eigen sector. En dit, wat ik interessant vind, is dat dit breder is. Oké, nou, daar gaan we het over hebben. Dan gaan we door naar Andreas Fleischman, directeur van De Lamar Theater. Een half jaar volgens mij, toch? 4 maanden. 4 maanden. Ja. Bevalt het? Ja, goed. Ja, is leuk. Fijn, ja. Ja. volgens mij is het De Lamar eigenlijk wel een bedrijf waar veel samenkomt. Hè? Want aan de ene kant hebben jullie reguliere bedrijfsvoering, veel mensen in dienst. Ja. Aan de andere kant komen er heel veel partijen die langstrekken. Ja, zeker. Hoeveel mensen hebben jullie in dienst? Nou, we hebben ongeveer 50 mensen in dienst, verdeeld over 40 FTE. En dan nog, zeg maar, via uitzendconstructie in de horeca nog iets van 150 mensen. Het zijn grotendeels studenten die als bijbaan dat doen. Ja. En natuurlijk duizenden artiesten die elk jaar, daar zit ook denk ik het meest kwetsbare, die op het podium staan. Ja, want de afgelopen weken was er veel in het nieuws, hè, over de betaling van muzikanten, van acteurs. Hoe heeft u daarnaar geluisterd?
Nou, het is goed dat er wat oproer is, denk ik. Aan de andere kant zie je ook snel dat er wat discussies in... ik geloof dat het bij M was of zo, bij die uitzending... wat door elkaar worden gehaald over monopolieposities in de markt... tegenover arbeidsvoorwaarden. Maar die zijn voor heel veel artiesten niet goed. Maar het is wel goed om ook even verder te kijken hoe dat komt. Ja. Dat komt ook omdat vraag en aanbod in onze sector... gewoon eigenlijk traditioneel altijd een beetje scheef lopen. En wij in Nederland gewoon een heel groot aanbod hebben van artiesten en makers... die iets willen doen waar niet altijd een markt voor is. Ja. En dus ik ben er ook heel erg voor dat... natuurlijk moeten vooral kunstenaars ook gewoon fatsoenlijk betaald worden. Maar zolang ze zelf ja, toch ook weer zelfstandig beslissen... om toch maar hun ding te doen om hun ding te doen... dan is dat een heel lastig, heel lastig gesprek. Moeilijk spanningsveld ook dan. Ja, zeker. Ja. Ja. De andere categorie die u noemde zijn de mensen die ingehuurd worden via de horeca... misschien ook om schoon te maken. Ja. Waar zit daar de kwetsbaarheid of heeft u daar minder zicht op? Nou, kijk, als heel bedrijf, we zitten natuurlijk een beetje in de happy business... dus ik heb hiervoor ook een theater geleid. De happy business. Nou ja, ik noem het dat, het klinkt heel stom, maar het is natuurlijk wel zo. We zijn in principe om mensen te vermaken en dat is toch wel zijn we met verbeelding bezig of met de vrije tijd van mensen... en dat is toch wel... een hoek van de economie waar mensen graag willen werken. Dat is een voordeel. En soms dus ook, net als die kunstenaars... misschien onder iets minder goede arbeidsvoorwaarden... Ja. omdat ze veel plezier uit hun werk halen. Ja. Daar waar je nu op duidt, zeg maar de horeca... nou, daar is een heel ander probleem aan de hand. Dus hoe vind je nog mensen? Hè? Dus, en hoe hou je ze vast? Dat is echt een ding. En dat zijn grotendeels jonge mensen. Mijn grootste uitdaging is om ook het Lamar Theater... wat me eerder in de Meervaart, waar ik daarvoor werkte, wel gelukt is... om dat gewoon ook diverser te krijgen in alle opzichten. En zeker een betere... afspiegeling te laten zijn van de stad zoals die nu is. Ja. Want de culturele instellingen lijken nog niet altijd de goede afspiegeling. Nee. Oké, nou, we hebben ondertussen gehad over gezond. Hè? Hoe houden we mensen gezond? We hebben al iemand gehad die zegt de aansluiting misschien op de arbeidsmarkt na die 2 jaar... en de kwetsbaarheid van de artiesten die langskomen... maar ook de diversiteit van het werkbestand. Misschien een mooi moment om ook te gaan naar Rachma El Mouden. Van harte welkom. Dankjewel. Oprichter van MAS Dienstverleners, MAS Dienstverleners. Erg actief in Amsterdam. Schoonmaken, beveiliging. Je hebt een drukke week. Je hebt net een boek uitgebracht over uw levenslessen, maar ook uw bedrijfslessen volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Behoorlijk druk. Hè? Ja, als hem iets dichterbij. Ja. Inderdaad, hij is vorige week uit. De weg naar mijn vrijheid. Ja. En nou, ik ben blij dat het er in ieder geval uit is. Dan kan ik weer verder met andere projecten. Ja, fijn is dat, hè? Als dingen ook zeker, afgesloten zijn. Ja, ja. Dus ja, we zijn een schoonmaakbedrijf met een hart en nier. Hè, die behoort tot deze stad, vind ik zelf. En wat doen wij dan? Hè? Als je zegt, ja, wat onderscheid je ten opzichte van anderen? Dan inderdaad duurzaam inzet van de mensen. Laag ziekverzuim. Landelijk zitten we onder de 4%, al jaren, 15 jaar. Maar dat gaat echt niet vanzelf. Hè? Nee. Het is een continu proces waar je mee... We hebben te maken met toch wel, ondanks dat ze werkende mensen, kansarme mensen. Want daar is maar een heel klein verschil tussen dus mensen die een uitkering hebben... en mensen die bij ons in de minima. Dat is al jaren zo. En dat is gewoon soms heel... Gewoon qua financiële posities? Wij proberen als werkgever dus zoveel mogelijk die mensen steun te geven... als ze er niet in de schuldsanering teruggekomen. Want als ze eenmaal daar zijn, dan kunnen we heel weinig. En totaal, als je kijkt naar het bestand, we hebben 500 mensen, 10% zit in de schuldsanering. Zo. Of ze hebben problemen. En wij proberen als bedrijf, en ik als Rachma, vooraf of de schuld te betalen voordat ze dus bij de incasso... of soms ook gewoon schijnende gevallen dat ze gewoon bij mij voor de deur zeggen... Rachma, ik heb geen geld om eten aan mijn kinderen te geven. En dan betaal ik het gewoon zelf. Want ik kan ze natuurlijk niet zomaar betalen, want het gaat naar de school. En dat is, dat vind ik eigenlijk een heel nobel, maar geen structurele oplossing. Maar deze kwestie is heel lang bekend. Hè. En zolang dat je de werk niet aantrekkelijker maakt, hè, dus dat een verschil. Hè, want als je kijkt naar onze medewerkers, die verdienen denk ik pak bij 1400, denk ik. Ik ben hier dagelijks met dingen bezig. En als je kijkt naar de uitkering, dan is het ook 12, 13. Dan denk ik, werkende mensen, mijn mensen, die moeten 3 adressen om die aan die 8 uurtjes te komen. Daarna moeten ze ook nog een abonnement. Daarna moeten ze ook nog schoenen kopen, want ze moeten toch wandelen. En dan gaat de wasmachine stuk. Ja, dus dat is toch wel best wel een kwetsbare doelgroep waar veel aandacht uit de politiek naartoe gaat. Want die moeten juist zorgen dat die mensen niet werkloos worden. Ja. Ja? Om even nog snel een beeld te krijgen, hoeveel mensen heeft u in dienst? 500. 500. 10% daarvan zegt u zit in de schuld. En wat denkt u van de werkgever? Hoeveel tijd hebben we nodig om die gegevens in te voeren? Hm. Want normaal gaat gewoon in één keer dus de hele salaris. Maar deze moeten we handmatig. En heel vaak zijn onze mensen
heel verdrietig, heel boos. Ja. En willen ze eigenlijk niet dat wij dat geld storten naar, naar een bureau waar het loontoestand. Ja. En we zeggen, we kunnen niks doen. Het is beslist door de rechter, we kunnen niks doen. En ze krijgen vaak 50 tot 80 euro per week om te eten. Met kinderen. Ja, en dat, ja, ik kan het niet oplossen alleen als werkgever, want ik doe al heel veel. Maar het is eigenlijk een taak van de overheid. Okay. Ja, ik hoor u ook zeggen, hè, binnen al dit wat we willen, gezond, goede connectie. We kunnen het ook niet als werkgever alleen, wij moeten dat breder oppakken. Waar bent u benieuwd naar op zo'n avond? We spreken nu een beetje ook sectoroverstijgend over dit probleem. Ja. Nou, waar ben ik benieuwd? Ik ben speciaal echt gekomen, want ik ben op het laatste moment gebeld. Zeker, ja. En toen hoor ik die thema, dan denk ik, dat gaat in mijn hart, hè. En ik moet vanavond echt zo direct naar Schiphol. Maar wat ik probeer is gewoon blijven die boodschappen doorgeven. En niet alleen aan de werkgever. Want ik denk dat het de meeste werkgever doen. Ieder op zijn eigen manier. Echt zijn beste. Het is niet zo dat wij hier... We leven in een gezonde land. Mensen met een goede hersens. Dus het is de boodschappen die wij eigenlijk naar de politiek... Naar de bestuurders. En die moeten ook een stukje samenwerken met ons. En samen hopen we dus dat wij tot een betere situatie voor die mensen. Nou, mooi moment om misschien ook even naar de inzet van de politiek te gaan vanavond. Claire Martens, VVD. Ja. Hartelijk welkom. Dank je wel. Misschien als ik aan u ook vraag, van, u kwam hier naartoe, misschien de mail gelezen, met ons even gepraat, de tekst gelezen. Waar dacht u van, daar ben ik wel benieuwd naar vanavond als we het hebben over de kwetsbare groep die wel een baan heeft? Nou, sowieso... is voor iemand in de politiek dit heel erg belangrijk. Want we zijn natuurlijk een volksvertegenwoordiger. Dus dit soort ervaringen zijn voor ons ontzettend belangrijk. Ook het gesprek met werkgevers. Ik geloof heilig wat mevrouw net zegt. Het is de samenwerking van de politiek, het bedrijfsleven en het individu. Ik denk dat we het met z'n allen moeten oplossen. En dan is dit soort settingen zijn dan natuurlijk ontzettend belangrijk. Om dit soort informatie te vergaren. Ja. Ja. En als u kijkt naar de... Er zijn een aantal dingen genoemd, hè? Die aansluiting dus, de kwetsbare positie van de acteurs, maar ook de samenwerking en de gezonde loopbaan. Waar ging bij u het meest de trigger aan waarvan u dacht, dat is echt iets waar we nu, wat voor mij herkenbaar was of relevant, of waarvan ik dacht, dat is precies de essentie? De essentie is dat werken moet lonen. En dat is denk ik iets wat bovenaan moet staan. Dat als je werkt, veel werkt, dat je meer moet overhouden dan wanneer je niet werkt. Dat betekent niet dat als je niet werkt dat je geen geld moet hebben. Maar er moet een prikkel zijn. Schuldhulp. Ik heb naast de ervaringen, weet ik hoe het is. Niet als ik als individu, maar als naast hoe het is om in de schuldhulpverlening te zitten. Daar kan gewoon heel veel beter. En dat moet beter. Dat is een van de redenen waarom ik in de politiek zit. Okay, heel goed. Dan gaan we naar Don Seder, fractievoorzitter ChristenUnie. Hartelijk welkom ook. Dank je wel. Volgens mij is dit een onderwerp vanuit het politieke werk interessant, maar ook vanuit het dagelijkse werk wat je naast de politiek doet. Ja, klopt. Ja, ik ben natuurlijk vanuit de politiek hier mee bezig, maar de afgelopen jaren ben ik ook actief als advocaat in het dagelijks leven. En daar sta ik ook voornamelijk mensen bij die te maken hebben met schulden of tegen bepaalde zaken aanlopen. Dus wat ik net hoorde is heel herkenbaar, niet alleen als politicus, maar ook omdat ik heel vaak mensen bijsta die wel werken, maar toch financieel niet rondkomen. Ja. Je kan hier heel veel over zeggen, hè, ook op macroniveau, microniveau. Er zijn drie dingen die ik zou willen noemen. Ik denk dat het belangrijk is dat, daar hebben jullie niet iets per se iets mee te maken, of misschien wel, maar ik denk dat lonen, die zullen toch op een gegeven moment moeten gaan stijgen. Je merkt dat de lasten in tegenstelling tot de lonen, dat loopt gewoon achter. En je ziet dat bij steeds meer mensen het water, ondanks dat ze geld verdienen, het water gewoon steeds meer stijgt. Dat is natuurlijk een landelijke aanpak, maar ook in de gemeente Amsterdam zie je dat er heel veel voorzieningen zijn voor mensen die niet werken. Maar bepaalde lasten die worden nu ook verzwaard, waardoor mensen die gewoon werken, het water ook steeds maar stijgt. Dus het zal net maar dusdanig lopen dat het tot aan de lippen komt. Dus dat zou iets zijn waarbij ik weet dat het niet zo makkelijk is, maar de lonen moeten omhoog. Ik denk het tweede is, wees er tijdig bij als iemand door de grond dreigt te zakken. Ik denk de HR-medewerkers als eerste vaak doorhebben dat er iets niet goed gaat. Een beslaglegging, een belletje van de deurwaarder, noem maar op. Dat zijn de eerste signalen dat het gewoon niet goed gaat. Mag ik al een voorschot misschien? Mag ik een voorschot? Iemand die voor de deur staat? Dat zijn allemaal dingen waar je denkt van, wat moeten we hiermee?
Als HR-medewerker zou ik adviseren, zorg dat je een hele goede relatie en contact hebt met of schuldhulpverlening of maatschappelijke werk. Ja. Waardoor je toch voordat het te laat is eigenlijk heel snel kan doorverwijzen. Waarbij je hopelijk iemand, net voordat iemand echt ook over de kop gaat, gewoon kan bijstaan. Als derde? Als derde, we moeten waken voor flexverslaving. Mensen die in flexdienst zijn, tenzij je een specialisatie hebt, verdien je heel veel. Hè? Dus ik ken ZZP'ers waar het gewoon lekker gaat en die gewoon flink verdienen. Maar als je als flexer in dienst bent, maar je verdient eigenlijk niet zoveel, dan is het heel lastig. Om bepaalde zekerheid te krijgen, om bepaalde dingen te kunnen kopen of dingen in de bezit te krijgen. Maar ook omdat er een bepaalde onzekerheid blijft spelen, of je in dienst blijft of niet. Ja. En ik denk dat dat ook gewoon doorwerkt. Dat zijn drie tips. Dat is de analyse, maar als u hier bent en we gaan met werkgevers in gesprek, is er dan iets waarvan u zegt, daar ben ik nog echt wel benieuwd naar, hoe de werkgevers daar tegenaan kijken? Ja, ik denk in Amsterdam, ik ben heel erg benieuwd hoe mensen omgaan met de werknemers waarbij de HR-afdeling ziet dat het niet lekker gaat. Ja. Laat je de mensen aan hun lot over of is er echt wel een netwerk waarbij je zegt, als werkgever vangen wij dit zo op. Ja, dan heb je te maken met privacy, je hebt te maken met schaamte, noem maar op. Maar hoe doorkruis je dat? Ik denk dat je daar heel veel kan voor voorkomen. En dat zou ik graag willen horen. Daarnaast sta ik open voor tips. Wat kan de gemeente doen? Wat kunnen wij vanuit de politiek doen om ervoor te zorgen dat wij een extra vangnet kunnen creëren om de werkgevers daarin te ondersteunen? Oké, helder. We hebben een aantal inleidende beschietingen gehad. Volgens mij is duidelijk waar een aantal mensen staan en wat zij belangrijk vinden. Misschien goed om even een stap terug te doen en te kijken naar de bredere context van het verhaal vanavond. We beginnen dan ook met Wiemer Bolhuis, die ons een korte inleiding zal geven over werkende armoede, de rol van gemeenten en werkgevers richting kwetsbare werknemers. Hij is plaatsvervangend directeur sociale zaken van de Sociaal Economische Raad. Econoom, geeft les aan de Universiteit Leiden, als ik het goed heb. Geef hem een warm applaus. En kerstvers vader trouwens deze week, Wiemer Bolhuis. Ja, ik ga inderdaad vanuit zeg maar, de beleidswereld en vanuit de wetenschappelijke wereld een verhaal vertellen over werkende armen. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ik ben er al tijden mee bezig in de zin van, ik heb vroeger bij het ministerie van Financiën gewerkt, daar mee bezig geweest. Ministerie van Sociale Zaken ook gewerkt. Was het ook een belangrijk onderwerp in de gemeente politiek in Den Haag? Was het ook een belangrijk onderwerp? Nu bij de Sociaal Economische Raad is er ook weer een traject over werkende armen. Er ligt een verkenningsaanvraag van het ministerie van Sociale Zaken. Dus ik vertel er graag over, maar het betekent ook dat ik dus een soort macroverhaal doe. Dus een overview. En dat betekent ook dat het dus minder persoonlijk wordt dan de verhalen die jullie hier net hebben gehoord. En dat betekent ook dat eigenlijk de eerste discussie al meteen begint over, ik had een titel van de presentatie, die was gewoon werkende armen. Toen kreeg ik al meteen een discussie. Ja, wat is dat nou voor titel? Want werkende armen is echt zo'n beleidsterm. Het is echt zo'n wetenschappelijke term. Het is enorm stigmatiserend. We hebben het gewoon over mensen die werken, die er onvoldoende uitkrijgen. Of er moeilijk rond kunnen komen. Daar hebben jullie helemaal gelijk in. Maar ik kijk het even vanuit de wetenschappelijke blik, en dan is dit een term die heel gangbaar is. Dus ik ga toch wel even over werkende armen hebben. Misschien goed om van tevoren te zeggen, ik ga jullie allerlei cijfertjes en dingetjes laten zien, maar drie dingen even van tevoren. Het is niet bekend hoeveel werkende armen er in Amsterdam zijn. Dat is misschien goed om te weten. Dat ga ik jullie niet vertellen, want dat weten we niet. Twee, er is geen simpele oplossing voor het probleem werkende armen. Dus in de zin van, moet stoppen met flex, we moeten maar de lonen verhogen. Het is geen simpele oplossing. En drie, je gaat dit probleem alleen maar kleiner maken, of misschien zelfs oplossen, als je dit met de werkgevers doet. Want de werkgevers zijn de enigen die zicht hebben, of kunnen gaan hebben, over wie werkt en is arm tegelijk. Gemeente gaat het niet kunnen vinden, want die hebben simpelweg de doelgroep niet in beeld en gaat het waarschijnlijk ook niet krijgen. Oké. Werkende armen is nu inderdaad enorm in het nieuws. Hè. Vooral vorig jaar komt een rapport van het SCP uit. Die zien jullie Kim Putters en Paul aan tafel zitten. En dat rapport heeft heel veel gedaan. Daarvoor was er al een NRC-lijst van artikelen. En jullie hebben natuurlijk vanuit de balie heel veel gedaan. Dat betekent ook dat het nu opkomt. En de vraag is eigenlijk, waarom komt het nu op? We zien al sinds de jaren 90 dat het aantal werkende armen aan het stijgen is in Nederland. Gewoon de trend is omhoog. Maar waarom het nu opkomt is eigenlijk toch wel, volgens mij, dat de werkloosheid is lager dan ooit op dit moment. Dus er is toch een vraag van, hoe kan het dat er dan toch mensen zijn die werken en die blijkbaar dan niet voldoende krijgen? Want nu zou het toch op het moment moeten zijn dat de lonen omhoog zouden moeten gaan of de prijzen omhoog moeten gaan.
Dus er is een soort morele discussie van, hey, is het nou rechtvaardig wel of niet? Maar er is nog veel belangrijker voor de beleidswereld en de wetenschappelijke wereld. Er staat een paradigma onder druk, namelijk, wij zeggen al tegen elkaar, werken moet lonen en werken is de beste weg uit armoede. Dat wordt al 10, 20, 30 jaar gezegd. En nu blijkt dus dat dat niet waar is, altijd. En dat dit probleem nog gewoon blijft bestaan. En daarom is het heel goed om erover te hebben. Met elkaar vandaag, maar natuurlijk ook breder. Oké, programma. Ik ben gewoon een wetenschapper, dus wat gaan we het eerst, over hebben? Hoe groot is het probleem? Wie zijn het? Wat is het? Waarom? Twee, wat kunnen werkgevers doen? Dat is misschien wel een hele goeie. En ik zal het ook over wat kunnen gemeenten doen. En dat is natuurlijk eigenlijk waar we het vandaag het meest over willen hebben. Oké, de eerste vraag is even, wetenschap betekent ook vaak vooroordelen daartegen ingaan. Proberen ze weg te krijgen. Dus de vraag is even, werkende armen, wie denkt dan aan ZZP'ers? Oké, dit is al ongeveer de helft. Iets minder, 40. Wie denkt daar aan mensen met een migratieachtergrond? Mensen met een migratieachtergrond. Dit is ook ongeveer de helft. Wie denkt aan mensen met schulden? Ook ongeveer de helft. Wie denkt daar mensen die part-time werken? Ook ongeveer de helft. Hier zien we precies het probleem. Het is een werkende arm is een meerkoppig monster. Er is niet een simpele oplossing. Je kunt niet zeggen, we gaan het minimumloon verhogen en dan is het voorbij. Of we gaan schulden aanpak beter toegankelijk maken, dan is het probleem voorbij. Het is echt een groot issue. Oké, stapje terug. Vanuit vooral Sociaal en Cultureel Planbureau, die er dus onderzoek naar doet. Wie zijn dan de werkende armen? De eerste discussie is natuurlijk, welke definitie gebruik je? En dit is de definitie die het SCP dan vaak gebruikt. Die zeggen van, samen met Niebuhr, iemand is arm als hij zij consistent niet over de middelen beschikt om te machtigen wat in zijn gemeenschap minimaal noodzakelijk is. Dat is de wetenschappelijke discussie. En het is misschien goed om te weten dat het dan gaat over niet even een maandje die niet kunnen doen, maar dat het dus een jaar is minimaal, dat je niet voldoende middelen kan krijgen. En dat dus ook gaat om niet alleen je basale levensbehoeften betalen, maar het gaat ook over meedoen. Dus in je gemeenschap mee kunnen doen. Dat is een heel belangrijk issue, hè? Van je moet mee kunnen. Dat is een discussie over die bewerkende arm wordt. Dit zou dan nu gaan, volgens SCP, 2017 cijfers, dat als je een alleenstaande bent, dat je dan aan 1135 euro netto besteedbaar inkomen voldoende zou moeten hebben. Dat is net ongeveer de grens. Zit je erboven, dan ben je geen werkende arme. Zit je eronder, ben je wel een werkende arme. En dan, dus even ter indicatie. En dan is goed om te weten, dat dit zijn dan de SCP-cijfertjes. Maar er zitten allerlei aannames onder. Hè? Ten eerste, een vast bedrag voor de huur. Ja, we zitten hier in Amsterdam, dames en heren. Ik denk dat de huur hier wel afwijken van het gemiddelde waar het SCP me rekent. Dus dat is het eerste waar je over na moet denken. Twee, er wordt wel een gebrekend dat je een beetje gezond eet. Dus dat zit er dan nog wel in. Dus het is wel zo van, oké, je moet niet alleen maar, zeg maar, patat eten. Het goedkoopste van het goedkoopste. En belangrijk, hier zitten geen ziektekosten in. Verwachting is dat de ziektekosten erbuiten dat die al betaald zijn. En als laatste, als jij kinderopvang hebt of je hebt toevallig alimentatie moet betalen, zit allemaal niet in dit bedrag. Maar het zou dus om deze 1135 euro voor een alleenstaande moeten gaan. En dan vervolgens, het is allemaal technisch, maar er wordt gezegd, op het moment dat je met meerdere mensen in een huishouden woont, dan krijg je er een bedragje bij. Een factor 0,37 en met kinderen 0,30. Ik weet niet of het waar is dat een kind maar zo weinig extra kost, maar dit is in ieder geval waar het SCP berekent. Het gaat dan over deze, dit is het lijstje waar zij dan mee rekenen. En dit is natuurlijk het interessante, hè? Kloppen deze cijfertjes voor Amsterdam wel of niet? Hè? Dat is de... Nee. Oké, nee. Dit is de wetenschappelijke, de SCP-definitie waar we het allemaal over hebben. Hè? Dat is, hè? Dit is Noordoost-Groningen, hoor ik. Dat zou kunnen. Maar wat dan belangrijk is dus dat SCP met twee dingen regelt. Eén, dus de minimaal noodzakelijke kosten. Dus dat is, zeg maar, jezelf een leven houden. Zegt even heel plat. En dit is over sociale participatie. Dus je moet ook mee kunnen doen. Dus er bestaat uit twee elementen. Volgens de SCP gaat dan in Nederland in 2017 met deze definitie, want er zijn wel discussies over deze definitie te maken, gaat om 230.000 werkende armen in Nederland. Ik heb hier even tussen aanhalingstekens, want ja, het is een vervelende term, maar dit is wat SCP zegt. En het interessante is dus dat 30% van alle volwassenen is in Nederland die dus
met dat criterium van het SCP, die eronder vallen. Dus het niet veel, maar toereikend criterium. Dus dat betekent dat 30% van die mensen, die is dus werkend. Dat is iets om je druk over te maken, volgens mij. Het is niet zo dat je dan... Het is niet alleen maar mensen in de bijstand zonder baan. Het zijn ook mensen die werken. Dus mensen die als hoofdinkomen arbeid hebben. Belangrijk is, scholieren zitten er niet in. Studenten zitten er niet in. Maar wat belangrijk is hier om te weten, is dat de grote meerderheid van 230... Of, het is het 55-60% van 230.000, zijn dus werknemer. Dus heel veel mensen zeggen, ja, het gaat vooral om ZZP'ers. Het is niet zo. De meerderheid is gewoon werknemer. En er zijn ook werknemers bij die een vaste dienst zijn. Dus het gaat niet alleen maar om flexcontracten. En 100.000 zelfstandigen. Wat wel waar is, dat als je als zelfstandig hebt, je een grotere kans om werkende armen te worden. He, dus dan zit de kans 9%. Als je werknemer bent, is het dus 2%. Wat een hele goede hier om te weten. We hebben het niet dus alleen over, er ging net een discussie over, kan ik voor mijn huishouden, voor mijn kinderen nog alles betalen? Het is dus 230.000 werkende armen, maar naar verwachting zitten ongeveer 100.000 ook kinderen in deze gezinnen. Dus je moet erbij tellen. Oké, dit is even de discussie. Werknemers, kijk, dus onder armoede zijn dus de meeste mensen hebben inderdaad een bijstandsuitkering. Maar daarna komen dus gewoon mensen die werknemer zijn. Er zijn een grote groep en daarna zelfstandigen. Dus de werkende armen zijn een behoorlijk grote groep. Dus misschien, ik zie mensen een beetje moeilijk kijken, voor mij is dit heel makkelijk, maar ik zal me voorstellen dat als je dit voor de eerste keer ziet, dat je denkt, hè? Er zijn dus ongeveer, dit is dus die 130.000 werknemers die in armoede leven. En de kans, dat is deze, voor alle werknemers om werkende armen te worden, zit dus op die 2% ongeveer. Voor zelfstandigen is je net iets hoger. Zit je dus in de bijstandsuitkering, ben je heb je toch een hele grote kans om arm te worden gezien. Oké, nu is de vraag. Als we als werkgever onze rol moeten pakken, op welke mensen moeten we dan letten in ons bestand? SCP heeft dat uitgezocht. De mensen, of de huishoudens die het grootste risico hebben, zijn dus mensen die alleenstaande zijn. Totdat ze dus met pensioen zijn, maar iedereen eronder. Alleenstaande. Eén ouders, dat zijn vooral een groot probleem. En dan vooral dus alleenstaande moeders, die hebben een grotere kans om werknemer te zijn dan alleenstaande vaders. Als je meer kinderen hebt, in Nederland word je wel gecompenseerd, zeg maar, of je krijgt iets van de overheid als je een kind krijgt, kinderbijslag en dergelijke. Maar het loopt ook een beetje af. En het is internationaal gezien niet heel veel. Dus als je veel kinderen hebt, heb je een grotere kans om in armoede te komen. Migratieachtergrond. En de vraag is dus van, als je werkgever bent, weet jij dit? Als je met je werknemers of met je ZZP'ers daarmee praat, weet je met wie je praat? Weet je wie die gevaren, wie de risicogroepen zijn? Misschien iets om over na te denken. Ik weet niet of jullie dat als werkgever weten. Weet wel dat het nog steeds zo is dat in aantallen, echte aantallen, zijn mensen die samenwonen, sparen, of mensen zonder migratieachtergrond, zijn deze mensen die het meest in werkende armoede zijn. Alleen de kansen zijn dus het grootst bij die bovenste vier. Oké. Dan is de vraag, beroepsgroepen. Er zitten hier werkgevers in de zaal waarvan je weet dat ze bij de grootste risicogroepen, beroepsgroepen zitten. Ik wijs al een beetje die kant op. Horecaberoepen, sportinstructeur, schoonmakers. Daar zegt het SCP, daar is vooral het probleem. Nou ja, het probleem, waar komt het door? Ze krijgen wel het wettelijk minimumloon, want ze zijn werknemer. Dus dat gaat er niet zo goed. Maar ze hebben tijdelijk werk, dus niet een vaste inkomst. En ze werken vaak deeltijd. Dus je werkt niet genoeg uren, ook krijg je dat minimumloon, om uit de armoede te komen. Dan hebben we kunstenaars en acteurs. Dus van de kunstwereld, dat is vooral, daar kijken we die kant op, zelfstandigen die tijdelijk werk doen en veel kleine baantjes. En dan is de vraag van, kan je dan boven die grens van het SCP uitkomen? Ja, dat is de vraag van, herkennen jullie dit? Ik zie daar in ieder geval een knikkende directeur van de Labar, dus dat klopt. En ik denk dat een aantal van jullie hier deze groep ook inderdaad herkennen. Wat misschien goed is om even over na te denken. Ketenbepalingen, dat klinkt een beetje technisch, maar er is in de wet arbeidsvreemdelingen is ooit een keer een discussie geweest over, ja, als je een bouwproject hebt, bijvoorbeeld Amsterdam, je doet een uitbesteding en je geeft dat weg, dan kan het zomaar zijn dat die persoon die het traject wint, dat die bijvoorbeeld allerlei mensen uit Polen of Roemenië
binnentrekt, die op een bepaald zelfstandige contract zet, overeenkomst zet, waardoor die eigenlijk als werkende armen aan de slag gaan. En daar is gezegd, als je dat dus doet, dan ga je dus de arbeidswetten overtreden. En kan je dus iedereen in die keten die ook maar bezig is, kan je dus beboeten, aanpakken. En dat kan de inspectie van SZW doen. Alleen, dat kan dus alleen daar, omdat er arbeidswetten worden overtreden. He, dus als we... Het lastige is natuurlijk hier, maar dat er worden hier geen arbeidswetten overtreden bij het maken van werkende armen. He? Want er wordt gewoon minimumloon betaald. Wordt gewoon, alles gaat goed, dus er worden geen wetten overtreden. Dus dat is een hele lastige voor de Rijksoverheid om daar iets aan te doen. En ook voor de gemeente trouwens. Oké. SCP zegt, er zijn drie redenen waarom iemand als werkende armen kan worden gezien. Drie hoofdredenen. 1. Je hebt hele hoge kosten en hele hoge behoeften. Dus bijvoorbeeld als je zit in Amsterdam en je huur is heel erg hoog. Dan kan je als werkende armen terechtkomen. Ik heb bijvoorbeeld een groot gezin. Daarnaast heb je nog 2 andere. Een laag uurloon. Dat is dus vooral bij de zelfstandigen een probleem. Want ja, verdienen. Het is ook een discussie door de minister Koolmees. Moet er een minimum uurloon komen voor ZZP'ers? Volgens mij tussen de 15 euro en 18 euro per uur. Van, ja, dat zou eigenlijk het minimale moeten zijn om je te kunnen bedruipen als je een hele week werkt. Dat is hier een discussie die erop aansluit. Dus bij zelfstandigen gaat het over het uurloon. En bij werknemers gaat het vooral over deeltijdwerken. Dus SCP zegt er ook, ja, als je bij werknemers werkende armoede zou willen verminderen, dan moet je eigenlijk iedereen die deeltijd werkt en nu werkende arm is, die meer uren zou willen werken, zou dat ook moeten goedkeuren. Die zouden moeten krijgen. En ik begreep net dat bij de thuiszorg, hè, dat nu bij jullie wordt gedaan. Dat wordt gezegd. Wil je meer uren werken, dan kan dat. Dat is een hele goede zaak als je werkende armoede zou willen verminderen. Oké. Werkgevers, opdrachtgevers. Wat zou je kunnen doen? Ja, als wij dus wetenschappelijk het SCP gaan volgen en we zeggen, je moet het arbeidsethos van werkenden aanmoedigen, verhogen. Want ja, meer werken is minder armoede. Dan is het eigenlijk heel simpel. Iedereen die deeltijd werkt en die zegt ik wil meer uren draaien, dan moet je zeggen, doe maar. Dat is goed. Dat is eigenlijk waar je als werkgever over na moet denken. Iemand die werkende arme is en die deeltijd werkt, kunnen we die richting fulltime laten gaan. Je hoort, ja. hou vast. Het is ook een beetje door de discussie, hè? En dat is ook van, kan je dat aanbieden als werkgever aan de mensen die deeltijd werken? Hè? En ga je de verzoeken inwilligen? Het gaat er ook over zekerheid. Gaan we op tijdelijke contracten of gaan we toch iemand een vast, stabiel inkomen geven over het jaar? Dus in je als werkgever, hoe zit jij met je balans tussen je flex en je vast en tussen je werknemerschap en je ZZP-schap? Heb je dat eigenlijk allemaal wel nodig om je organisatie door te laten draaien? Want de kans is groot dat daardoor mensen in jouw bestand als werkende armen terechtkomen. Dus ja, zou ik een keer je bestand op nakijken? SCP zegt ook, ja, het is dus heel veel met de kinderen, gezinnen, grote gezinnen, daar zitten vooral de armoede, de werkende armoede. Dus hoe kan je ondersteunen dat mensen meer uren werken terwijl ze kinderen hebben? Daar zou je als werkgever ook eens over na moeten denken. Oké, 1 ouders, dat is lastig hè, combineren van werk en voor je kind zorgen. Zou je als werkgever iets voor kunnen regelen? Zou je kunnen nadenken over de kosten voor kinderen? Kinderopvang via werk, dit zijn allemaal discussies die in de literatuur wel terugkomen. Ik weet niet of de werkgevers zijn die hier nu over nadenken. En dit is een eentje die vaak vroeger werd gedaan, hè? Echt lang geleden. Had je dus werkgevers die dus voor hun werknemers, voor hun werkenden, probeerden hun kosten op het huishoudsniveau te verminderen. Dus om te zeggen, we gaan iets regelen met huisvesting. We gaan iets doen met gas, licht, water. Misschien zorgkosten, nadenken over schulden. Kan je daarover nadenken? Gewoon die kosten omlaag brengen. Hangt er vanaf hoe je dit wil doen. Klopt, er wordt dan discussie van, valt het onder de werkkostenregeling en dergelijke, telt dat mee? Klopt. Volgens de letter van de wet is het lastig, maar je kan je afvragen of het niet mogelijk is daar wat mee te doen. Ja, klopt. Dat klopt, daar hebt u gelijk in. Ja. Maar er was daarnet een grote discussie van, ja, als je met jouw werkende praat als werkgever, gaat het dan ook over de thuissituatie eigenlijk?
Of gaat het eigenlijk alleen maar over, joh, doe je werk goed wel of niet? Krijg je een vast contract of niet? Wil je meer uren werken wel of niet? Maar weten we eigenlijk wel wat er thuis gebeurt met rekeningen die betaald kunnen worden? Hoeveel kinderen heeft iemand eigenlijk? Ja, ik weet dat het is vergaand, hè, wat ik nu zeg. Maar als we dit probleem echt willen gaan oplossen, zal dat in de gesprekken terug moeten gaan komen. Je kan ook nog over nadenken van, ja, werkgeverscodes, opdrachtgeverscodes, om te kijken van hoe je het samen aan kan pakken. Oké. Bij de gemeente hebben we een heel ander probleem. Volgens mij werd het daar net heel goed aangegeven door de ChristenUnie. De focus is nu eigenlijk vooral op van, er komt iemand naar de gemeente met een armoedeprobleem. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we zorgen dat die persoon niet verder in de schulden komt. Of dat het de armoede niet verder gaat. Hè? Dus we gaan de gevolgen verzachten. Toch iets voor het gezin regelen, inkomensregeling, ondersteuningsregeling. Kunnen de kinderen inderdaad nog meedoen? Maar het is niet vooraf. Het is niet vooraf zien. Of mensen richting werkende armoede gaan. En het allergrootste situatie waar gemeenten mee zitten, en dit was in de gemeente Den Haag precies hetzelfde. De gemeentes, ja, die hebben vooral de bijstandsgerechtigden in beeld. Want ja, dat is de bijstandwet. Die krijgen al die mensen meteen door. Daar verdienen ze hun, hè, dat is ook het budget van de gemeente. En we zien helemaal niet wie er werkt en arm is. Er wordt nergens geregistreerd. We hebben gesprekken gehad vanuit de Sociaal-Economische Raad met Amsterdam, met Deventer. Ze zeggen allemaal, dit is ons grootste probleem. We willen wel doen, maar we weten niet over wie we het hebben. We kunnen ze niet vinden. En het lastigste is dat de regelingen die we hebben, die worden vaak nog wel gebruikt, maar een grote groep, vooral de zelfstandigen, die gebruikt ze veel minder. Die komt er veel minder vragen van, hey, mag ik inkomensondersteuning? Want die zijn ten eerste, ja, ik ben ondernemer, dus ik wil zelf mijn eigen broek ophouden. Ik voel het als verlies als ik naar de gemeente ga. En ten tweede, de angst dat de gemeente gaat zeggen, je krijgt alleen maar ondersteuning op het moment dat je bedrijf stopt. Dus dat is een probleem wat daar heel erg speelt. Van wie vraagt ze aan? Hier kan je allerlei discussies over voeren. Maar daar, bij de gemeente, zit nu vooral het probleem niet kunnen weten, niet zien wie de werkende armen zijn. En het volgende probleem zit vooral op ZZP'ers die de weg naar de gemeente niet vinden, of die vinden dat de regelingen nu tot hun toegesneden zijn. Dus denken van, ja, ik moet mijn administratie precies op orde hebben, of ik moet mijn bedrijf stoppen. En dat willen ze natuurlijk niet. Wat de gemeente wel kan doen, ik denk dat er grote discussies over zijn, was in Den Haag ook. Kan je het goede voorbeeld geven? Heb jij zelf als gemeente, heb jij mensen in dienst die werkende armen zijn, wel of niet? Betaal je eigenlijk voldoende? Laat je ze fulltime werken? De ZZP'ers die bij jou werken, heeft het uurloon daar echt voldoende om niet arm mee te zijn? Dus het voorbeeldfunctie van een gemeente en de eigen verantwoordelijkheid nemen, ja, die zit daar wel. Die is echt iets wat gedaan zou moeten gaan worden. Dan zit je ook bij de aanbestedingsdiscussies. Daar kan je ook wat eisen stellen. Maar het lastige is, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, want er worden geen wetten gebroken. Ja, zoals ik net zei, er worden geen arbeidswetten gebroken. Dus het is lastig om in de aanbesteding wat te doen. Ja. 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 Ja, precies. Ja, precies. Precies. Ja, dus het SCP zegt ook dat het landelijk, de Rijksoverheid, over dat soort dingen na moet denken. Over de afbouw van de huurtoeslag en de zorgzorg en dergelijke. Alleen, ik denk, dat ga ik nu even uitlaten, want we hebben het over de gemeente en de werkgever. Maar ja, dat zou landelijk zou dat gedaan moeten worden. Mm-hmm. Dat zie je dus ook, dat werkenden niet altijd weten waar ze allemaal voor in aanmerking komen, dat ze geen consulent hebben. Ja, dat klopt.
heeft helemaal gelijk in. Dat klopt. De vraag is alleen, waarom zou je dat als, ik zeg het even hard, hè, waarom zou je dat als gemeente gaan regelen en gaan doen? Het is geen wettelijke taak, je krijgt er geen geld voor. Het is een discussie die wel gevoerd wordt. Ja, als je dit wil, wat een goed idee is, zou je niet gemeente er ook voor tegemoet moeten gaan komen? Participatie van de gemeente. Sorry? Participatie van de gemeente door de gemeente. Ik kan onderzoeken. Ja? Ja. Nee, ik kan ook alle redenen verzinnen, maar de vraag is, als het zo'n goed idee is, en dus goed, waarom is het dan nog niet? Maar voor we de discussie gaan, gaan misschien eerst even deze afmaken. Dat is denk ik zo ook iets om aan de raadsleden te vragen. Ik wil het eigenlijk, laten we het zo afmaken. Ik heb net een aantal dingen genoemd, zeg maar, om de discussie te starten en om het beeld neer te zetten. Dat is volgens mij gelukt. Ik krijg al wat mensen terug die zeggen, nou man, wat ze ben je nou allemaal te vertellen? Laatste punt is, kijk, dit verhaal, bij Pauw, Kim Putters daar, directeur van het SCP. Als we willen dat dit over 5 jaar of 10 jaar niet nog een keer gebeurt, dan moeten we inderdaad wat gaan doen. En zoals ik zeg, werkgevers hebben een cruciale rol. Echt een cruciale rol. Want jullie zijn degene die dicht zitten op de mensen die werkende armen of arme werkende zijn of het kunnen gaan zijn. Dus het kan alleen maar met jullie hulp. Dank jullie wel. Wimar, dank je wel. Misschien nog, eerst een applaus. Ja. Voordat we, want volgens mij moeten we zo het gesprek een beetje uitsplitsen in een aantal onderwerpen, zodat we dat goed in beeld kunnen krijgen. Maar eerst even misschien een korte reactie die nog op jouw verhaal was. Ik zag Khadija hier heen en weer gaan op de stoel, omdat volgens mij ergens werd jij getriggerd. Ja, want hij zegt van, trouwens was Khadija Hayat, ik ben actief binnen het vakbond voor de schoonmakers, maar ik val zelf ook onder de werkende armoede. Dus, maar wat mij trakteerde was van, u zei van werkgevers moeten mensen meer uren gaan geven. Maar in de schoonmaakbranche ben je al arm, al werk je 8 uur per dag. En ik ken mensen die 12 uur per dag werken om rond te kunnen komen, maar die halen hun 40ste niet eens hun pensioen. Dus dat is niet één de oplossing. Je moet echt per branche kijken wat nodig is. Dus je moet niet iedereen vergelijken met meer uren. Nee, er zijn mensen die al 10 uur per dag werken en toch niet rond kunnen komen. Ja, dus vanuit de wetenschap kan het misschien zo zijn dat meer uren dat zou doen, maar het is goed om per branche te kijken. Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Dit is een macro verhaal, maar klopt, per branche. Maar de schoonmaaksector is een enorme risicobranche. Je hebt hem gelijk in. Ja. Ja, heel goed. Nee, heel goed. Ja. Het wordt wel inderdaad gezien, maar als we kijken naar onze mensen, cao-mensen, wij verdienen 130%. Het is echt, de laatste jaar is heel veel verhoging. Het is nog steeds niet voldoende hoor, dat zeg ik, 1400, 1500. Maar als we gaan vergelijken met horeca of met een andere, dan zitten wij echt gewoon, we hebben ons ingezet ook namens de bonden. De salarissen die gaan echt iedere keer weer, maar het is nog steeds niet voldoende. Oké, helder. Ik zie aan die CAO-tafel met werkgevers. We zijn inderdaad op vooruit gegaan. Maar als je gaat kijken naar gewoon rondkomen met 40 uur per week, dat is er nog niet. Dat is er gewoon nog niet. En daar moeten we wel open voor staan. Nee. Maar dat herkent u volgens mij. Nee, maar dat herken ik wel. Maar ik vind ook wel dat de taak ook voor de mensen zelf. Hè? Ik heb deze discussie ook een keertje gehad in een radioprogramma. Maar ik vind ook wel dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. En dat die ook gaan kijken. Ik kom hier niet uit. Wat moet ik? Moet ik een onderbaan? Moet ik mee gaan omscholen? Ik ben ook schoonmaakster geweest. Hè? En als ik niet zelf naar school was gegaan, was ik ook waarschijnlijk niet dezelfde situatie. Ja, de werkgever moet de verantwoordelijkheden, maar mensen moeten ook zelf gaan kijken. En er zijn genoeg werkgevers die willen investeren in de mensen. Maar dat is een hele goede voor het gesprek, om dat te verbreden. Zo, ik wil eerst even van die meneer had zijn hand omhoog en dan kom ik naar u. En dan kunnen we zo denk ik het gesprek ook verbreden naar waar houdt die verantwoordelijkheid op en waar begint iedereen zijn verantwoordelijkheid. Hè? Want dat is het spanningspunt waar u ook op wijst, denk ik. Roland van Geuns. Hogeschool van Amsterdam. Die volgens mij in de cijfers over de aantal werknemers onder de universiteit was geschoven eventjes. Want anders kan ik die verhouding niet helemaal verklaren. Maar goed, dat is een bijzaak. Een paar dingen. Eén, u ging een beetje makkelijk heen over de hoogte van het loon. Ik denk dat de Rijksoverheid wel degelijk daar een instrument heeft. Er is een wet op het minimumloon. Ja. Daarmee zou de overheid wel degelijk hebben. Er wordt nu ook door de vakbonden opgesproken of het meteen €5 omhoog moet. Ja. Ik denk dat in sommige branches tot echt grote problemen gaat leiden. Maar we zien dat de minimumlonen gewoon niet meer voldoende zijn. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de lonen tot aan modaal. Hè? En we moeten het eigenlijk niet hebben over het bruto loon, maar we moeten het hebben over het resterende netto loon. Wat je overhoudt na aftrek van de vaste lasten. En dat is wat bepaalt of je tot die groep
nou ja, laten we het maar even blijven noemen, werkende armen behoort. Nou, dat maakt ook dat het Amsterdamse plaatje voor de armen, voor die lage inkomens, wel klopt. Want die huur, daar roept iedereen van die klopt niet, maar die klopt wel. Want daar is de huurtoeslag van afgetrokken, dus dan wordt die gesaldeerd. En dan klopt die. Het geldt juist voor die middengroep, die agent en die onderwijzer, die in Amsterdam niet meer kan rondkomen. Maar in Midden-Groningen wel van datzelfde geld kan rondkomen. Dus daar even een paar nuanceringen. Ja, helder? Heeft helemaal gelijk. Dus zoals ik aan het begin zei, het is een veelkoppig monster met veel spelers die iets moeten doen om het op te lossen. Het advies inderdaad voor de richting de Rijksoverheid is om kijken naar het minimumloon bijvoorbeeld. Ook om te kijken naar de kinderbijslag. Of je daar misschien niet wat hoger en wat meer zou kunnen doen. Of misschien de kosten van kinderopvang, dat je die toch niet zou moeten verlagen. Alleen dat heb ik nu even niet genoemd, omdat we het hier dachten we gaan het over gemeenten en werkgevers hebben. Heeft helemaal gelijk. Laatste punt van deze ronde, mevrouw. Ik wil reageren op opmerking van verantwoordelijkheid in eigen handen nemen en misschien zich omscholen. Want als we hebben over de schoonmaken en de schoonmakers, dan we hebben altijd schoonmakers nodig. Maatschappij kan niet zonder schoonmakers. Of is het opgeleid of niet, we hebben die handen nodig. En als we schoonmakers, één schoonmaker opleidt zich tot andere specialisatie en kan beter verdienen, de andere schoonmaker blijft. Dus het gaat niet om over oplossing ligt niet in omscholen, maar voor schoonmaak goed betalen, zodat werkende mensen goed salaris krijgen. Ja, dat slaat eigenlijk aan bij wat Khadija ook zei, hè? Ja, ja. Goede opmerking. Wie maar voor nu, dank. Ga lekker zitten en praat vooral weer mee. Volgens mij, wat me opviel, wat nu een paar keer terug is gekomen, is dat eigenlijk de sleutel, als je iets aan werkende armen wil doen, ligt toch echt bij de werkgevers. De gemeente heeft eigenlijk niet in zicht wie die werkende armen zijn. Die heeft vooral de bijstandsbak in beeld, zoals u omschreef. En eigenlijk misschien is het ook wel een mooi moment om naar u te gaan, want de HR-manager is ook al een paar keer teruggekomen. U bent de HR-manager van Pantar. Als u naar uw werknemers kijkt, tot hoever reikt dan uw verantwoordelijkheid? Zeg maar, wilt u van ze weten of ze hun werk goed doen en hoe ze willen professioneel doorgroeien? Of wilt u ook weten of ze thuis of het thuis lekker gaat? En is dat een beetje te doen om dat allemaal in zicht te krijgen? Nou, bij ons zijn het vooral de teamleiders, dus niet, ook HR, maar zeker ook de teamleiders die dagelijks met de mensen in contact zijn en gewoon met ze aan het werk zijn overal nergens in de stad. En die zien ook en die merken op allerlei manieren dat er ook problemen thuis zijn of financieel, et cetera. Dus wat wij proberen te doen dan, is dat de teamleiders en daarin ook soms ondersteund door HR, met het netwerk om zo'n medewerker heen contact zoeken en samen overleggen over een aanpak. Dus dat kan zorg zijn, Cordaan is hier ook, dus we hebben regelmatig contact met Cordaan of andere zorginstellingen. We hebben natuurlijk mensen ook in begeleid wonen projecten. Ja. Maar ook bewindvoerders, familie. Dus dat hoort zeker bij ons gewoon bij het werk. Maar betekent dat ook contact zoeken met de gemeente die naastig op zoek is naar die mensen die niet rond kunnen komen terwijl ze wel werk hebben? Dat hangt er vanaf. Sommige mensen bij ons hebben ook een consulent of een jobcoach of iemand bij de gemeente. Dus we proberen het netwerk zo goed mogelijk in beeld te brengen en samen te overleggen over aanpak. En inderdaad ook preventief. Ja. Dus we hebben natuurlijk ook heel veel mensen inderdaad met allerlei vormen van schulden allerlei. Dus dan probeer je dat zo goed mogelijk op te lossen. Maar ook juist als je aanziet komen dat mensen in die problemen komen, dan onder andere de gemeente, maar ook andere partijen, wat kunnen we doen om het op te lossen? En wat wij ook doen is heel veel preventief aanbieden van allerlei opleidingen. Dat doen we ook weer samen met bijvoorbeeld Stichting Mee. Grip op je knip, Dit is Fit, dat soort aanbod. Dat is natuurlijk best veel schaamte, dus dat betekent niet meteen dat iedereen het dan vervolgens... Nee, dus dat proberen we heel laagdrempelig. We hebben theatershows bijvoorbeeld vorig jaar gehad, waarin we dat taboe ook proberen te doorbreken. En we hebben ook een laagdrempelige. Maar ik denk dat wij daarin ook wat meer kunnen doen. Want we natuurlijk een hele grote groep hebben kwetsbare mensen. Maar wij hebben ook laagdrempelig DORAS gewoon in huis. Maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Ja. Zodat teamleiders ook daar mensen gewoon heel laagdrempelig naar kunnen doorverwijzen. Oké. Ja, misschien André Brandt, als we het over de rol van Cordaan hebben. Een hele grote organisatie. Als u de vraag zou moeten antwoorden, waar stopt de verantwoordelijkheid van een werkgever naar zijn werknemer? Ja, waar die stopt kan ik niet zo zeggen. Ik vind dat onze verantwoordelijkheid heel ver reikt, vind ik. Als je kijkt naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij ons kun je 36 uur fulltime werken. Omdat wij ook echt vinden dat iedereen die bij ons werkt ook in staat moet zijn om kostwinner te zijn binnen onze organisatie. We doen heel veel om de gesprekken aan te gaan met de medewerkers. We hebben net een groot onderzoek afgerond van wat zijn nou echt de thema's die spelen bij onze medewerkers. Daar is veel op gereageerd. We krijgen de analyse binnenkort binnen. En dan gaan we ook proberen beleid te maken op de punten die eruit komen. Kunt u al een tipje oplichten of heeft u nog helemaal niks? Nou ja, daar speelt natuurlijk ook bij ons. De schuldenproblematiek speelt mee. Dat is een van de allergrootste, denk ik. Maar er spelen nog een aantal andere issues waar we
nou ja, waar we denken zeg maar, dat het uit gaat komen. Werkdruk is natuurlijk bij ons een grote fysieke belasting is een groot punt. En op al deze punten willen we ook echt beleid maken om de mensen echt daarin te ondersteunen. We bieden ook wel budgetcoaches aan. Dus ik vind dat die verantwoordelijkheid ver gaat, omdat natuurlijk de medewerker niet alleen maar de medewerker van Kordaan is, maar voor een heel groot deel ook nog gewoon een privépersoon. En veel van onze zorgmensen, die worden vanuit de natuur ook in een soort van mantelzorgconstructie thuis getrokken. Of die zijn alleen staan de moeder. Dus er speelde heel veel bij onze medewerkers. Maar ik vind het in die zin ook interessant wat Khadija zei. Het is zwaar fysiek werk. Dus u zegt, iedereen die meer wil werken, kunnen wij die voltijd aanbieden. Herkent u die spanning tussen, want u zei ook, het is lastig. Een van de kwetsbare punten is om iedereen gezond aan het werk te houden. Zeker. Hoe gaat u met die spanning om? Legt u die bal bij de werknemer? Of heeft u ook wel eens tegen iemand gezegd, misschien moet u niet 36 uur gaan werken? Nou ja, die gesprekken voeren we natuurlijk wel. Dus alleen dan kom je natuurlijk wel in de discussie dat dat vaak dan privé zeg maar toch een grote impact heeft. Want het geld is wel nodig. Ja. Als ik kijk, we hebben best veel medewerkers in dienst die grote contracten hebben, maar moeite hebben om aan de uren te komen. Dus wij accepteren ook wel dat er soms gewoon een gat zit zeg maar, tussen de betaalde uren en de gewerkte uren. Ja, dat is van deze tijd. Hè? Dus dat accepteren we ook. We proberen wel in gesprek te gaan van hoe zou je die uren eventueel nog kunnen inzetten, lager belasten. Dus bijvoorbeeld de eenzaamheidsbestrijding in Amsterdam. Ga met onze kwetsbare cliënten een stukje wandelen of ga iets doen om aan die uren te komen. Maar we accepteren het feit zeg maar, dat er een gat zit tussen de gewerkte uren en de betaalde uren. En differentiatie in de zwaarte dus. Ja. Misschien als ik naar u ga, de Lamar Theater. Werd genoemd een van de kwetsbare groepen is de acteurs, de theaters. Als u kijkt naar uw verantwoordelijkheid, voelt u zich ook verantwoordelijk voor een acteur die misschien, u komt erachter, te weinig verdient om rond te komen, maar die wel bij u komt spelen in een stuk, die extern binnenkomt? Nou ja, je hebt daar twee situaties in. Ik heb ook veel zelf geproduceerd. Dan ben je er letterlijk ook direct voor verantwoordelijk, want dan ben je gewoon direct de werkgever. En als presenterende instelling waar ik nu werk, waar je programmeert, koop je eigenlijk een voorstelling in en die wordt geproduceerd door iemand anders en die is verantwoordelijk. Ik denk alleen wel dat ook de presenterende instellingen aan zet zijn om daar hogere eisen aan te stellen. Dus u ook? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, hè, dus er is een code, fair practice code afgesproken. Ik vind hem zelf heel goed. Het is goed dat de sector zichzelf heeft ook naar aanleiding van een aantal cijfers heeft georganiseerd om daar iets mee te doen. Maar het is toch best vrijblijvend. Ja. En als je kijkt naar landen als Amerika en Engeland in onze sector, waar die theatersector ook heel groot is. Het zijn notabene nou niet bepaald de meest linkse landen. Daar kom je als acteur op Broadway helemaal niet aan de bak als je niet lid bent van een vakbond. Dat is bijna op het communistische af, zou je soms kunnen zeggen. Als je ziet, niet alleen acteurs, maar ook technici, wat ze wel en niet mogen doen, is allemaal vastgelegd. Maar het is wel heel fijn, want het geeft wel een soort van helderheid. Je hoeft daar de discussie niet meer over aan te gaan. Ja. Dan zou ik niet zeggen dat elke acteur in Amerika heel veel geld verdient. Want de beroemdste uitspraak is, oh, ben je acteur, achter welke bar dan? Dat zeggen de Amerikanen. Want ook daar komen natuurlijk heel veel mensen niet aan het werk en moeten ze heel veel andere dingen doen. Maar als je er helemaal tussen zit, ja, dan moet het wel geregeld zijn. Want dat zien we in Nederland, zie je als je nou, ik moet het dan vooral over de musicalwereld en toneelgezelschappen hebben. Nou, we hebben nog twee toneelgezelschappen in Nederland, of 2,5 misschien, die nog vaste acteurs in dienst hebben. Die gewoon met een cao betaalde acteurs. Ik bedoel, mensen worden wel voor ons conform cao betaald, maar altijd voor tijdelijk worden ze aangesteld. Hè? En in andere landen is dat echt wel anders. Dus je kan het anders regelen, maar je moet er wel wat voor over hebben. Hè? Ja. En heeft u er wat voor over? Ja, ik heb er wel wat voor over. Ik kan het alleen in mijn eentje niet oplossen. Nee, dus nee, kijk, als ik... Dus wat je ziet is bijvoorbeeld dat de cao's voor mensen die bij een orkest werken en de arbeidsomstandigheden, die hebben, als je dan eenmaal een baan hebt, dat is ook nog best lastig in Nederland, die zijn op zich redelijk goed geregeld. Dus wat doen de kleinere concertzalen? Die halen dan de muzikanten of de orkesten uit de voormalige Sovjet-Unie, bij wijze van spreken. Want die hoeven, die zijn een stuk goedkoper, die zitten ergens in een vakantiepark. Dat is eigenlijk heel triest. Ja. Ook voor die mensen trouwens. Nou ja, maar goed, in Nederland was in het nieuws de lunchconcerten van het Concertgebouw. Ja. Hè, waar iemand dan gratis viool komt spelen, die een topartiest is. Nou ja, maar goed, het komt natuurlijk ook een beetje door het politieke klimaat. Wat ook wel ingegeven is van, dat zijn overigens wel de uitspraken komen wel altijd van mensen van dezelfde partijen, is mij opgevallen. Ik zal niet zeggen welke partij, maar dat is toch een beetje dat ook het beoefenen van een kunst een hobby is. Ik zeg zelf, ik wou het bijna terugnemen van in de happy business, daarmee bedoel ik dat je in de sector zit waarbij je mensen, je klanten, dus je bezoekers, die komen om zich om een plezierige, een leuke of een spannende avond te hebben. Dat bedoel ik met happy business. Niet het feit dat je erin werkt, dat is gewoon een vak.
Ja. Het is misschien wel het moeilijkste wat er is om te zorgen dat mensen een leuke avond hebben. En dat moet dat die net zo goed beloond worden. Maar ja, je loopt altijd scheef met... Kijk, je hebt vaak vooral in een beetje de kleinere gezelschappen... die gaan subsidies aanvragen bij 3 fondsen. Dan gaan er 2 door, eentje niet. Dan zeggen ze, nou, dan halen we wel een derde van ons salaris af. Dat doen ze uiteindelijk zelf. Totdat dat fonds misschien zou zeggen van, ja, luister, als je... Maar dan is de vraag, en dan kun je het weer verbreden... maar dan is de vraag, wie kijkt er in de begroting... Want op het moment dat wij bij de balie iets doen, dan vragen we ook fondsen aan. Hè? Ja. En dan zegt een fonds, je krijgt 80% van die begroting. Ja. En dan is de vraag, waar ga je op beknibbelen tussen als je het door wil laten gaan? Ja. En vervolgens kan de situatie zo zijn dat niemand meer in die begroting kijkt, maar ondertussen wel degene die het werk doen minder betaald krijgen. Ja, dat klopt. Kijkt u in de begroting van de producenten die bij u komen spelen? Nou, ik zit nu vooral in de vrije sector, dus die toegang heb je niet altijd. Ja. Bijna nooit eigenlijk. Daar waar je zelf projecten doet en geld aan vraagt, daar kan je dat. En er zijn ook een aantal fondsen die daar wel richtlijnen nu op handhaven. Maar je kan nog niet. Kijk, je kan de kunst natuurlijk ook maar, gelukkig zou je bijna kunnen zeggen, voor een deel organiseren. Ja. Als iemand zelf de behoefte heeft om iets belangwekkends te doen of een artistiek ei te leggen. Ja, dan kan je hem daar met cao's en allerlei keurmerken en wat ook niet van weerhouden. Dat kan niet. Dat moet je denk ik ook vrijlaten. Maar je moet wel denk ik een soort basis. Je zou als presenteren instelling producenten vind ik wel een afspraak met elkaar kunnen maken van er zit wel echt een ondergrens aan. Ja, ja. Ja. Wat zou een goede ondergrens zijn? Is het een P-tarief bijvoorbeeld? Nou ja, er is een cao voor verschillende onderdelen van de kunstensector. Die is alleen lang niet altijd algemeen verbindend verklaard. En als dat wel zo kan, of als dat wel zou gebeuren, dan heb je volgens mij als overheid ook best wel makkelijke methode om dat te handhaven. Ja, ja, ja. Misschien een goed moment om ook naar u te gaan. Want als we het hebben over de manieren waarop de gemeente daarin... Kijk, de gemeente heeft natuurlijk heel veel rollen. Die is aan de ene kant inkoper, aanbesteder, is zelf een organisatie die mensen in dienst heeft. Ik hoor meneer Fleischman ook zeggen, ja, bijvoorbeeld die codes zouden een goede manier kunnen zijn voor een overheid om daar ook in... iets te kunnen vragen van instellingen, of dat dan gaat om de schoonmaakbranche of de culturele sector. Hoe luistert u daarnaar? Want aan de ene kant is de werkgever, hebben we hier heel belangrijk gemaakt, daar ligt de sleutel. En de werkgever heeft meer zicht, maar tegelijkertijd de gemeente heeft dat niet, maar heeft wel een politiek wensenlijstje of wil wel iets doen voor een groep mensen in de stad. Ja, er is natuurlijk wel verschil tussen de ambtenaren en de mensen in de politiek in dit geval. Wij kunnen ideeën initiëren en hopen dat we daar uiteindelijk een meerderheid voor krijgen. Maar wat je wel heel erg ziet en wat nu eigenlijk een terugkerend thema is, is dat de focus ligt in het huidige politieke klimaat op mensen in de bijstand. Dat merk je aan alles. Dus alle middelen, al het beleid wordt ingezet om mensen te bereiken die we inderdaad makkelijker kunnen bereiken. Terwijl de werkende armen, waar dus heel veel minderjarigen bij komen kijken, wordt eigenlijk bijna geen moeite gedaan om die mensen te bereiken. En dat zijn juist mensen die je weer heel snel kunt activeren en er bovenop kunt helpen. En ik denk dat daarvoor de politiek en dus uiteindelijk ook wel voor de gemeente een hele grote rol is weggelegd. Ja, ja. Dus ik hoop dat we daar een meerderheid voor gaan krijgen om daar heel snel wat aan te doen. Ja. Tegelijkertijd hoor ik, als ik de gemeente spreek, heel vaak, we zijn op zoek naar die groep. Maar eigenlijk weten we wie die groep is, want de bedrijven weten dat beter dan de gemeente. Nou, dat is heel leuk. Ik heb heel toevallig... We hebben de vroegroep af aanpak in Amsterdam. En dat betekent dat we dus proberen initiëren zo vroeg mogelijk als we de signalen zien dat mensen afdwalen. Dat is een samenwerking met woningbouwcorporaties en energiemaatschappijen. Nou, ik heb zelf geïnitieerd om die breder te trekken. Dus ook om werkgevers en particuliere huiseigenaren die we minder makkelijk bereiken hierbij te betrekken. Dat zij bijvoorbeeld een gezin kunnen aanmelden van we merken dat de huurachterstand oploopt. Dus er zijn heel veel initiatieven die je kunt doen om die groep te bereiken. Maar dan moet de politiek wel willen. Ja. En anders gebeurt het niet. En dat is dus het lastige in dit geval. Ja. Ja. Zeker, ja. Het is denk ik 11:55. En dat we er eigenlijk samen moeten werken. Want wij worden nooit benaderd. Als de loonbeslag wordt gelegd, dan is het niet van tevoren een signaal. En voor betreffende de medewerker, die heeft schaamte. Die wil dat eigenlijk niet. Maar ik denk, als wij samen kunnen werken, waar wij vooraf kunnen praten en te kijken, en dat wij ook die schuld niet in één keer in bepaalde periode, maar dan voor een lange tijd, dat die mensen ook gelukkig en wel gemotiveerd zijn. Het is echt een groot probleem met samenwerking. Dus de gemeente werkt niet zo graag met de samenwerking. De gemeente moet ook de verantwoordelijkheid om toezicht te houden
Ook de ZZP'ers die op 12 euro, op 16 euro of 18 euro... ze moeten gewoon een bepaald bedrag, dan mag je gewoon niet. Zoals ook met illegale. Als je gepakt met illegale, is het gewoon vastgelegd... betaal je 8000 euro nog de opdrachtgever. En dat moeten we ook met die ZZP'ers. Die moeten we ook beschermen. Het moet minima 20 euro. Minima 20 euro. Dus ik daag de politiek in mijn stad... om gewoon te kijken waar we samen kunnen werken om die, ja, om die armoede... Ja, ja. Zeker, ja. Nou, ik ben ontzettend blij dat u dat zegt. Ik hoop dat u ook weet dat ik van de VVD ben. Dus heel graag samenwerk met het bedrijfsleven hierin. En ik denk dat u helemaal gelijk heeft. Ik vind het wel lastig om te bedenken dat dan een ZZP'er zoveel geld moet... maar de schoonmaak-CAO, dan, dat we die dan niet zoveel hoeven te betalen. Dus dat, hè, daar ben ik... Ja, nee, precies. Maar dat verschil is groot. Maar u heeft helemaal gelijk. En we moeten samenwerken. En de focus van het bestuur dat we nu hebben in Amsterdam... ligt met name op bijstandsgerechtigden. En ik ben het helemaal met u eens dat we moeten zorgen... dat we gewoon een bredere samenwerking aangaan. Ja. Om te zorgen dat we iedereen bereiken. Ja. Don Seder van de ChristenUnie. Ik hoor Rachma ook zeggen dat het misschien een manier is... om sterker te handhaven op te lage tarieven binnen bijvoorbeeld de creatieve sector... bij ZZP'ers, ook in de schoonmaakbranche. Ja. Is daar een optie voor de gemeente? Ja, ik hoor heel veel zinnige dingen waar ik wel nog... Ja, zeker. Nee, zoekende ben... is waar de rol van de gemeente om ook effectief te handhaven als het gaat om instrumentarium. Omdat heel veel ook gewoon bij de landelijke overheid ligt. He, dus ik weet dat we als Amsterdam heel vaak, als gemeente ook vaak zeggen, dit gaan we gewoon regelen. Maar ik moet even heel goed kijken naar ons instrumentarium. Want als het gaat om cao's, als het gaat om andere zaken, daar gaat in heel veel gevallen, sommige gevallen wel, maar daar gaat de gemeente vaak niet over. Dus ik ben ook graag zoekende naar binnen welk kader, met de middelen die wij hebben, kunnen wij als gemeente zorgen dat we de werkgevers ook kunnen ondersteunen. Maar als het gaat om meehelpen met cao's, et cetera, dan weet ik dat wij niet aan zet zijn. Nee, daar ben ik wel zoekende naar, zodat ik ook heel graag in actie kan komen. Ja. Want dat zou top zijn als we die samenwerking kunnen vinden. Ik denk dat mensen die aan het werk zijn, en dat zeg ik nu uit mijn hart, die hebben de meeste problemen met financiën. De mensen die werkloos zijn, en ik heb ze, want ik neem ze ook in diensten. Ik heb een keertje uitgerekend voor mensen die thuis zitten, ja, hoeveel ze per maand naar huis gaan, 1600 euro, met alle subsidies. En die hebben mijn mensen niet. Dus ik daag echt de overheid, en ik ben er heel lang mee bezig, ga kijken juist naar die werkende mensen die niet werkloos worden. Hè. Die moeten we helpen, zodat we ook de niet werkende mensen kunnen motiveren om aan het werk te gaan. Wimar, als we het hebben over de manieren waarop de gemeente misschien ook kan handhaven of inspectie. De Don Seder zegt dat ligt toch ook vooral bij het Rijk. Zijn er mogelijkheden voor de gemeente in hun instrumentarium om daarin iets te vragen van de werkgevers of een stok achter de deur te zetten? Nou, misschien het punt is helemaal correct dat de inspectie SO2 van het ministerie die moet inderdaad controleren op de arbeidswetgeving, ook op het minimumloon en dergelijke. De gemeente heeft daar in die zin geen positie. Dat is waar. Het klopt ook dat de discussie over de minimumtarieven voor ZZP'ers landelijk lukt het dus niet om een wet te maken, omdat van Europa dit tot nu toe niet mag. Omdat ze zeggen, ZZP'ers zijn ondernemers, dus je mag niet zeggen de minimum is 15, 18, 20 euro, want dan ben je de markt aan het verstoren. Dat is allemaal super lastig, vette discussie nu in Europa, want Koolmees wil het echt. Dus ik ben benieuwd of dat gaat veranderen. Wat je wel zou kunnen doen, is inderdaad de discussie over een meldingsplicht. Dat klinkt heftig, misschien moet je dat er iets van een code maken, maar dat je als Amsterdamse werkgevers met de gemeente afspreekt, als wij problemen zien bij een werkende, dan melden we het bij jullie. Maar vervolgens de vraag, wat heb je aan een instrumentarium daar wat te doen? Maar volgens mij is er zo'n code, toch? Code marktverantwoordelijk gedrag? Toch? Ja, maar niet in alle sectoren. Nee. Die zit alleen van beveiliging en schoonmaak. Tenminste, wat ik weet van ons. Ja. Ja. Oeland, u zei ook bij het instrumentarium, zag ik u ook uw hand omhoog steken? Ik schrik even van het u. Oh. De gemeente heeft natuurlijk een hele belangrijke rol als inkoper. Als je kijkt de indirecte werkgelegenheid die de gemeente veroorzaakt in Amsterdam, dat is een veelvoud van de eigen werknemers. En niet omdat ik zo trots ben op de HVA, maar de HVA heeft net vorig jaar wel een nieuw schoonmaakcontract gesloten, waarin een van de voorwaarden was dat je boven cao ging betalen. En dat zou de gemeente natuurlijk ook kunnen doen in die sectoren waar je vindt, het cao-loon vinden we eigenlijk aan de lage kant.
Dus de gemeente kan daar best wat doen. En je kan actiever daarin zijn. Ja, absoluut. En daar kan je ook op een gegeven moment wel op laten controleren. Ik bedoel, de uitvoering van een CAO wordt inderdaad door het Rijk gecontroleerd. Maar je kunt ook in de controle op het aanbestedingscontract kun je ook controlemechanismes opnemen. Ja. Dus daar zit best ruimte. Het kost alleen uiteindelijk iemand geld. Dus uiteindelijk, at the end of the day zeg je dan geloof ik, gaat het over herverdeling. Want het moet ergens vandaan komen. En dat wat er naar die schoonmakers bij ons in de panden of bij de gemeentepanden gaat, dat gaat af van het kaderonderhoud. Tenzij de belastingen verhoogt. Dat is de Ja, Andreas Wijsman. Maar niet alleen in de aanbestedingen, maar ook in alle, tenzij je dat daar gelijk mee rekent, alles wat gesubsidieerd wordt. Daar kan je natuurlijk makkelijk kijken. Het is een beetje dubbele, want er wordt natuurlijk van heel veel instellingen verwacht voor eigen inkomsten. En maak gebruik van de vrije markt bij het inkopen van dingen. Dus gedraag je ondernemerschap. Ja, cultureel ondernemerschap. Dus gedraag je als een ondernemer. En alleen, ja, ik denk dat je ook dat weer wel moet reguleren. Het is goed hoor, dat de markt hier en daar zijn werk doet. Maar je moet het wel, dat weten we inmiddels, je moet dat wel ergens reguleren. Dus ook daar waar je subsidies verstrekt, kan je volgens mij best wel je eisen stellen hoe ook die instanties weer hun aanbestedingen doen. En aan wie ze wel en geen opdracht geven of welk schoonmaakbedrijf ze Maar volgens mij juist in de culturele sector zijn er dus die codes als een Fair Practice Code, Cultural Governance Code. Ja, maar die gaan allemaal over, en daar bereikt, daar wordt nog heel, ja, als ik even heel cynisch ben, nog heel weinig in bereikt. Het zijn allemaal leuke boekjes. En daar worden altijd 10 problemen tegelijk probeert men naar op te lossen. Want het hele Fair Practice ding gaat ook alweer over diversiteit. Terwijl waar we het hier over hebben is heel basic. Dat is gewoon, het is waarschijnlijk niet met één maatregel op te lossen, maar het is heel helder, toch? Ja. Ja. Mensen hebben gewoon te weinig geld, klaar. En dan gaan we een code schrijven en daar komen dan nog 5 dingen over gender en weet ik wat ook nog bij. Dan moet je ook wat mee, maar waarom moet dat in hetzelfde verhaaltje? Dat irriteert me wel een beetje. Maar de vraag is, weten we eigenlijk genoeg? Want ik zag op Facebook zagen wij dit berichtje vandaag en dat is ook de andere kant. Hè? In hoeverre laten we weten dat het slechte met ons gaat of wat er soms aan ons gevraagd wordt? Vraag vanuit een restaurant. Hallo, wij zijn een klein gezellig restaurant op zoek naar muzikanten die gratis bij ons willen spelen en hun muziek kunnen promoten. Het gaat hier niet om dagelijks te spelen, maar om speciale avonden. Wanneer het publiek goed op je muziek reageert, zou het een dagelijks gebeuren kunnen worden. Zie je het zitten jouw muziek te promoten? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. En volgens mij was er ook een half jaar geleden vanuit de gemeente was er een evenement georganiseerd waar iemand een column moest doen voor €100. Ja, het antwoord van de muzikant is wel spot on, denk ik. Ja. Wat zegt u, mevrouw? Ze kunnen niet komen, want ze kunnen de parkeerkosten niet betalen in de binnenstad. Ja, nee. Maar dat is natuurlijk ook de andere kant. Wat accepteer je als werknemer of als ZZP'er dat het tarief is? Ik zag u ja klikken. Ik wil graag als het kan op die meneer daar reageren. Ik doe bijna dagelijks met aanbesteding. Daar zijn we bijna specialist. We hebben ook toevallig met die aanbesteding ook mee gedaan. We hebben het niet gezien. Absoluut niet. En als het zo'n geval is, uiteindelijk betaalt toch de opdrachtgever. Hè? Zou ik zeggen, laten de alle opdrachtgevers dat gewoon even. Dan hebben we de problemen van de schoonmaker gewoon opgelost. Wij kunnen niks meer verdienen, ook in de schoonmaak. Hè? Als je kijkt naar de kosten, als je parkeren in Amsterdam is gewoon. We weten gewoon niet hoe we daar met de problemen gaan moeten omgaan. Dus de overheid, en dan heb ik het over de overheid toen de tijd, hè? Die hebben zelf de markt verziekt. Nu hebben ze gelukkig weer eigen dienst, maar er zijn nog steeds instanties. Ik ken een boek over aanbesteding schrijven, waar ze gewoon een vaste budget geven. En daar heb je mee te doen. En soms trekken wij gewoon ons terug. Dus het is niet alleen de bedrijven die ze zijn boosdoener, maar het zijn ook de opdrachtgevers en de gemeente hoofdzakelijk. En andere werkgevers springen dan in dat gat, want het gebeurt toch wel voor dat geld. Ja. Ik ben wel benieuwd. We hebben een aantal dingen. Ik hoor die mevrouw zeggen, je kan de parkeertarieven niet meer betalen, de hogere lasten in de stad. Is dat iets wat u vanuit Panther ook merkt, die veranderende stad, terwijl ondertussen, wat hoort u dan vanuit uw werknemers? En is daar iets wat de werkgever daarin kan doen? Wiemer noemde het al even, de kosten misschien of de lasten verminderen. Is daar ook een rol weggelegd voor een werkgever? Ik denk dat de groep mensen die het moeilijk heeft in de stad, en inderdaad de mensen die ook aan het werk zijn, die wordt steeds groter. En de mensen die ook, dat zien we ook, mensen die lang in de bijstand of die een arbeidsbeperking hebben. Daar proberen ze door middel van werk een bestaanszekerheid en ook gewoon weer waardering en een daginvulling te geven. Maar we merken dat heel veel begeleiding kost. Ja.
Dus ja, omdat vaak die problemen op verschillende gebieden aanwezig zijn. En volgens mij, ja, dat heb ik net ook gezegd, ik geloof heel erg in samenwerking. Ja. Dus ik denk dat we inderdaad met de gemeente, met zorg, met al die instanties samen moeten optrekken. En daar ook echt wel resultaten met elkaar moeten boeken. En heeft u ook als uw werknemers binnenkomen dat u kijkt naar, is dit iemand die tot die kwetsbare risicogroep behoort? Dus bijvoorbeeld een alleenstaande of iemand met een migrantenachtergrond, iemand die meer dan 3 kinderen heeft. Ja, bij ons denk ik dat iedereen wel aan een van die criteria voldoet. Dus wij krijgen eigenlijk alleen maar mensen uit een kwetsbare groep in. En daarom hebben wij ook extra begeleiding. Maar we zien dat de problemen eerder groter worden dan kleiner worden. Dus we zien mensen bijvoorbeeld met psychische problemen. Die groep wordt steeds groter. En dan zie je ook, dan kunnen ze even aan het werk. Kan het even goed gaan, maar dan kost het zoveel moeite. In dat met schulden, met allerlei problemen met wonen. Om dat werken ook vol te houden. Ja. Dus wij zien dat het probleem alleen maar groter aan het worden is. Is het eigenlijk ook zo voor de gemeente, Don Seder? Ik bedoel, raadsleden controleren de gemeenteraad, maar de gemeente is een van de grootste werkgevers. Hebben jullie zicht op of jullie het goede voorbeeld geven? Nou, we hebben de afgelopen maanden een flinke discussie. Nou ja, ik zit in de oppositie, hè, dus daar kan ik dat met een glimlach zeggen. Maar we hebben de afgelopen maanden wel discussie over goed werkgeverschap binnen de gemeente. Vooral ook in de sectoren, in de afdeling waar er heel veel flex is. Denk aan de stadsloketten, denk aan de callcenters. Daar is heel veel om te doen geweest. Ook volgende week hebben we weer iets geagendeerd. Omdat wij vinden dat inderdaad, als de overheid zegt, werkgevers moeten van fatsoenlijk aan de slag, dan is natuurlijk het belangrijkste dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Dus minder flex. Nou, ik denk dat het moet realiseren dat Amsterdam flexkampioen is als het gaat om de flexibele schil. Dan zijn we ten opzichte van andere gemeenten, hebben wij de meeste flexwerkers in dienst. Dat op zich is flex niet een vies woord. Maar het gaat vaak om de afdelingen waar niet de meeste euro's vallen. En dan merk je dat er heel veel onzeker werk is. Ik denk dat de gemeente daar ook als fatsoenlijke werkgever ook gewoon structureel werk moet kunnen aanbieden. En dat kunnen we ook gewoon. Het is ook gewoon een keuze. 50 miljoen, ik zat last in de voorjaarsnota, er wordt 50 miljoen bezuinigd op het ambtenaarapparaat. Dat klopt, daar hebben we afgelopen week ook een discussie over gehad. Omdat ik van mening ben dat de gemeente, hoe je het went of keert, die zal het goede voorbeeld moeten geven. Dus die discussie speelt ook. Ik had ook graag gehoopt dat de gemeente Amsterdam als werkgever hier ook zat. Want de afgelopen maanden hebben we toch gezien op een aantal plekken dat het voorlopig nog schuurt. Ja. Ik zie Claire Martens ja knikken. Nog een aanvulling erop? Of was daar wel helder? Wat ik zat bij hetzelfde debat als de heer Seder natuurlijk. We hebben dezelfde portefeuilles en wat je ziet gebeuren. En daarom vind ik het ook zo jammer dat de gemeente Amsterdam of wellicht de wethouder hier nu niet bij is. Dat er natuurlijk nu met heel veel bombarie wordt gepleit over goed werkgeverschap. We moeten zorgen voor de werkende armen. Maar dat vervolgens zelf de gemeente Amsterdam met dit huidige stadsbestuur gaat bezuinigen. En daarnaast wat het nog moeilijker maakt, en volgens mij is dat een hele belangrijke discussie. We verhogen alle lasten in Amsterdam. Dus van de parkeertarieven tot de afvalbelastingen. Dus juist die groep die werkt, de middeninkomens, waar ook ik gewoon onder val, krijgen het gewoon steeds lastiger. Waardoor die groep armen wordt steeds groter. Dus je kunt de groep wel groter maken, maar je kunt ook zorgen dat de groep niet groter wordt en gewoon zorgen dat we rond kunnen komen. En dat is nu het moeilijke wat nu speelt. Het spreekt elkaar ontzettend tegen. Ja. Misschien, ik hoor veel 5 voor 12. Het is belangrijk. Het water staat sommige mensen aan de lippen. Is er een werkgever die zegt, ik heb nu toch wel iets gehoord waarvan ik dacht, daar heb ik nog niet aan gedacht. Of dat is misschien toch de oplossingsrichting waar we naartoe moeten kijken. Hè? Want als de urgentie zo hoog is, dan is het toch wel onbevredigend als we het constateren en dan lekker naar de bar gaan, zeg maar. Ja? Ik ben natuurlijk maar een hele kleine organisatie. Hè? Dus ik kan me voorstellen, als je, weet ik veel, 7000 mensen en je probeert dat allemaal te organiseren, is natuurlijk een ander verhaal. Maar hou je oren open. Ik bedoel, je weet toch of je managers of die mensen die eronder zitten kunnen. Weet je, neem de menselijke maat. Heel vaak worden de hele regelingen getroffen, denk ik, dan is heel gevaarlijk. Want tegen de tijd dat ze ingevoerd zijn, dan zijn ze alweer achterhaald, voordat je dat allemaal rond hebt. Maar zorg dat je gewoon weet wat er met je mensen aan de hand is. Ik bedoel, dat u doet dat, dat is wat ik hoor. Is van, je bent gewoon een mens en hij ook. Dan kan je werkgever, werknemer zeggen. Maar als het op het niveau gaat van, kan iemand zijn werk nog doen, dan heeft hij nog een leuk leven. Dan kan je vaak al vrij snel stappen zetten. Ik had van de week iemand die was met de bedrijfswagen door rood gereden. Ja, die boete kan ik niet betalen. Dat kan niet. Dat kan de werkgever niet doen. Dat werd gevraagd. Niet door hem, want dat is natuurlijk
durfde dat niet, maar door een collega. Maar je kan wel doorvragen, ja, wat, is er misschien wat anders aan de hand? Kan ik je helpen? Nou ja, dat kan ik je niet gaan uitleggen. Maar dat gesprek, dat is een heel simpel gesprek. En daar kan je natuurlijk iets op bedenken. Maar, en je hebt inderdaad wel een vreselijke de werkkostenregeling. Dat is werkelijk, als je mensen wil helpen, gaat er gewoon 80% belasting overheen. Dat is bizar. Ik bedoel, dat is ook wel, dat ontneemt je ook wel alle vaak... zin en noodzaak is er wel, maar om, ja, dat is gewoon nog streken zo duur. Daar word je nog eens voor bestraft. Ja, maar u heeft dus wel in zicht wie er in uw organisatie misschien schulden heeft. Ik of anderen, maar het is bij mij makkelijk, dat moet ik erbij zeggen. Want het is een hele je werkt op een heel persoonlijk niveau, je zit in een kwetsbaar vak, er gaan heel vaak dingen mis als je met kunst bezig bent, dus het gesprek is vaak al wat opener. Maar dat ontslaat je niet van de verplichting om dat te blijven vragen voor zover het mag. En er zijn ook en als mensen geen antwoord willen geven, dan weet je al bijna zeker dat er iets aan de hand is. Ja. André Brandt van Cordaan. Wat is nou, als we hiernaar luisteren, misschien de belangrijkste knop als die groep groeit, waarvan we kunnen zeggen, daar zouden we misschien een flinke slag mee kunnen slaan. Of dat is echt iets waar we mee aan de slag kunnen. Nou ja, wat ik wel mooi vond, ik dacht dat ik hierheen kwam dat we het heel goed deden. Maar nu ik jouw cijfers ook zie, denk ik, we hebben wel veel informatie, maar of we echt preventief iets ermee doen, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Hè. Ook wij hebben natuurlijk heel veel loonbeslagen, we krijgen heel veel informatie. Maar eigenlijk denk ik dat we daar heel weinig mee doen. Dus ik denk als ik het allemaal zo hoor, ook de risicoanalyse van welke groepen zijn er dan, het alleenstaande, et cetera, dat is veel informatie. Maar echt preventief ermee aan de slag, dat doen we denk ik echt te weinig. En we zouden daar... Ja, het is eerder reactief, ja, denk ik, zeker. Zeker. En ik denk wel, want wij zijn heel recent, wij hadden zelfsturing bij Cordaan, dat is ook landelijk nieuws geweest. En wij hebben heel bewust gekozen, we gaan gewoon weer teamleiders instellen, omdat wij zagen gewoon dat die aandacht en iemand dichtbij is gewoon hartstikke belangrijk om te zien wat er iedere dag met een medewerker gebeurt. We hebben groots geïnvesteerd, allemaal weer in leidinggevende, juist zeg maar om dichtbij te staan en eerder te zien of het goed gaat of niet goed gaat. Maar ik vind het wel hartstikke interessant te kijken van kunnen we preventiever met bepaalde groepen aan de slag. Ik zag u ook op uw stoel staan. Geen wetenschappen, maar we hebben te maken met 1,4 miljoen. Ik heb toevallig een discussie pas op radio gedaan. 1,4 miljoen mensen, werkende mensen, die onder de armoede. Waar dus bijna 200.000, 1,193, in de schuldsanering. Waar 25% gescheiden vrouwen, 14% gescheiden mannen en 50% laaggeletterde mensen. Dus het is een heel groot probleem. En dan moeten we een keertje, en dan krijg je soms een discussie, ja, maar dat was in de 17e eeuw zo. En dat in de eeuw. Nee, wij moeten gewoon een ambitie hebben, jongens. Ook mijn stad Amsterdam, laten we gaan kijken hoe wij het samen kunnen doen. Want die mensen gaan echt, en wij doen echt heel veel, hè, en niet om mijn bedrijf iets te promoten, hè, maar wij zoeken zelf woning. Soms bellen de mensen midden in de nacht en zeggen, Rahma, wij zijn uit huis gezet. Vaak hebben mensen ook onderhuur, een kamertje gehuurd, ergens voor 500 euro. Dan moeten wij in de auto stappen, kijken waar we die mensen kunnen gaan brengen. Het is echt gewoon een groot probleem. Maar hoe verhoudt zich dat? Want we zitten hier allemaal met werkgevers die het goed doen. Tenminste, hè, als we het zo horen, graag, die doen hun best. Maar wat zou je van andere werkgevers vragen? Ik wil heel graag, vanaf nu spreek ik met politici. Ik denk niet dat wat ik vraag is onmogelijk. Ik wil graag geïnformeerd worden voordat het te laat is. Ja? Want mijn mensen, en we kunnen mensen echt op één, hoor, alle maanden. Maar mensen durven niet. Ze durven niet naar je toe te komen en zeggen, ik heb school. Totdat het te laat is en dan op dat moment komt. Misschien is dit Stella de Zwart ook aanwezig. Volgens mij iemand die als ervaringsdeskundige enorm veel werk doet in de stad om mensen te vertellen om wel te durven praten over hun financiële problemen, over hun financiële middelen. Als we de verhalen horen van werkgevers die zeggen, ja, we zoeken om informatie, maar mensen durven niet. Of heb jij een tip hoe je toch een veilige omgeving kan creëren dat mensen denken, ja, ik ga wel vertellen, ik stap wel over die drempel heen? Een tip. Ik denk dat er een vertrouwenspersoon moet zijn binnen het bedrijf in het nu. Dat er één iemand is waar iemand echt veilig zijn verhaal kan vertellen. Maar dat die persoon ook tegelijkertijd een doorverwijzer is waar de personen heen kunnen gaan. Iets is bij elk bedrijf en persoonlijk. Echt elk bedrijf, gelooft u mij. En wij ook. Maar ze durven gewoon niet, ze schaamden gewoon. Om tegen te zeggen, ja, luister, dat is een schaamte die ze nog steeds hebben. Pas als je mee geconfronteerd, dan komen ze open. Dan zijn ze bij jou, dan komen ze op bureau. En dan is het te laat, zegt u. Ja. Dan ken je eigenlijk bijna niet. Nou ja, ik heb niet 1, 2, 3 een oplossing hiervoor om iets erover te zeggen. Maar ik weet gewoon uit eigen ervaring dat ik er wel heel veel over praat. En dat ik het wel heel veel deel. En zodra ik mijn eigen verhaal vertel, dan vertellen mensen wel. Verhaal,
voor de mensen die... Ja, dat is te lang, maar... ik had altijd een goede baan. Ik ben ziek geworden. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Ik ben gescheiden. Eigenlijk zeg maar alle live events die bij elkaar zijn... hebben mij eigenlijk gebracht dat ik op een stoel zit dat ik nu niet werk. Ja. En dat ik ook schulden heb gehad door een koophuis. Dus ja, het is een te lang verhaal om in 2 minuten te vertellen. Maar ik weet wel gewoon dat het heel belangrijk is om te blijven delen. Om dat mensen gewoon een luisterend oor krijgen. En dat er ook echt vanuit het bedrijf zelf aangeboden wordt... Echt, ook al zegt u van het wordt gedaan, er moet over, ja, constant herhalen. Het is misschien heel raar, maar dat is de enige oplossing. Ja. Rijksoverheid. Oh. Van de afgelopen week is er door de Rijksoverheid een campagne gestart. Ja. Voor mensen, inderdaad, juist om dat taboe eraf te halen. Ik denk dat dat eigenlijk alleen maar nog meer gepromoot moet worden. Ja. Want daar heb ik verder niet zo heel meer van, veel van gezien. Ja. Wiemer, en dan naar die meneer? Nou, waar ik even wil reageren is dat wat er nu gebeurt, wat heel vaak gebeurt, namelijk dat het nu gaat heet over mensen die schulden hebben. Mm-hmm. Terwijl we hadden het over werkende armen. Ja. En dat is een vraag, hè. Wie is er werkende armen? Want je kan, mijn definitie die gebruikt was 230.000 mensen plus 100.000 kinderen. Maar met jouw definitie kom je op 1,4 miljoen uit. Waarschijnlijk zitten er ook mensen bij die waarschijnlijk een middeninkomen hebben, maar de lasten moeten kunnen betalen. Dus de vraag is, hoe groot wil je het maken? Maar ook een heel rijk persoon kan in de schuld terechtkomen. Ja. De discussie daarover, van Staatssecretaris van Ark, maak het bespreekbaar, doorbreek het taboe op schulden. Dat is natuurlijk interessant. Ik weet niet echt niet wat het echt gaat doen vervolgens. Hè. Maar kijk even terug vanuit de wetenschappelijke optiek. Als jij denkt van willen dit oplossen, dit probleem, dan kan je ervoor zorgen dat de mensen die in de problemen zitten, dat die eerder naar de werkgever of naar de gemeente komen. Dus de drempel verlagen, of dat kan je doen. Tweede is natuurlijk, je zou ook iets kunnen verzinnen waardoor je naar die mensen toe gaat. En afgelopen week was er heel veel discussie over het gebruik van algoritmes. Maar als je eerlijk bent als wetenschapper, en je gaat even voorbij alle discussies over persoonsgegevens, beveiligingen en dergelijke. Op het moment dat je weet dat alleenstaande ouders met een migrantenachtergrond, ZZP'ers, dergelijke. Je zou natuurlijk een algoritme kunnen bouwen. Wat aan jou aangeeft als gemeente of als werkgever. Dit zijn de mensen in mijn bestand, in mijn stad, in mijn wijk... die een groot risico vormen. En misschien moet ik daar dus preventief al naartoe... Ja. voordat ze bij de schulden terechtkomen. En dit is een vergaande, weet ik. Maar eigenlijk... Dus niet vanuit de inkomensinformatie, want die heb je niet... maar vanuit de risicofactoren. Ja, vanuit de risicofactoren, die heb je. Dus je kan dit maken. Een econometrist kan dit maken. Ja, ik ga even naar die meneer toe en dan kom ik naar jou. Nou, ik zag aansluitend te denken van inderdaad kunnen werkgevers, misschien gebeurt dat al, hun eigen werknemers niet meer of beter informeren over dit soort situaties. Dat werknemers dat ook te weten krijgen dat de werkgever daar echt oor en oog voor heeft en daar ook bij betrokken wil zijn. Het is natuurlijk ook natuurlijk vaak een privé kwestie. Dus mensen hebben angst en hebben ook zoiets van moet ik met me hebben en houden bij mijn werkgever komen met dit soort dingen. Ja, dus daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Dat is ook niet zo simpel natuurlijk. Maar werkgevers kunnen via ondernemingsraden of via de vakbondsgroepen of Ja. Ja, we kunnen daar allerlei toeltjes voor verzinnen. En de een heeft een groot bedrijf, die heeft teamleiders. De andere heeft een klein bedrijf, dus daar zijn de lijnen kort. Maar het gaat erom dat je het belangrijk vindt om de mensen in je bedrijf te kennen. En als je een groot bedrijf hebt, zoals Cordaan, dan merk je dat het met zelfsturing gaat mislukken. Dan ga je weer teamleiders invoeren, dan ga je het organiseren. Maar als ik maar dan even plat mag slaan, als het gaat om je mensen kennen, dan kennen we dus blijkbaar onze mensen niet goed. Dat zou inderdaad wel eens een probleem kunnen zijn. En zeker ga je ze niet leren kennen als je alleen maar op problemen inzoomt. Ja. Hoe bedoelt u dat? Wat bedoelt u daarmee? Nou, als wij bij alle mensen in de risicogroepen gaan zitten peuren. Ik ben een Rotterdamse ondernemer. Mm-hmm. ik dacht dat in zijn plaats laten nu komen. Ga zitten peuren wat er allemaal fout is. Dan leer je... Er moet een sfeer zijn waarin het is breder, het is cultuur. Net gezegd werd. We zijn allemaal mensen. Ja. We zijn werkgever en werknemer, maar er is een cultuur. Ja. Ik zie u heel erg... Maar ik ga deze manier stond al heel lang, dan kom ik naar u. Hou me even vast. Ik zag u op uw stoel schuiven. Ik wil even reageren op zijn verhaal. Wetenschappelijk. Helemaal waar. De enige organisatie in Nederland die het huiswerk ontzettend goed doet, dat zijn de detailhandels. De Appies, de Lidl's, die doen het goed werk.
Aan de andere kant, we vergeten namelijk één instantie die wel wat weet over ons allemaal. Het CJIB met die blauwe envelop. Als het gaat om de schulden, ja. Ja. En alleen de wet op de privatisering, die verbiedt dat te koppelen. Maar het is gekoppeld. Waarom? De deurwaarder! Ja, ja, ja. Maar dat heeft te maken met mensen die schulden hebben, hè? Dan gaat het om de... We mogen ondernemen op een andere manier. Niet alleen op productiekosten. Maar ook op? Te lang. Oké. Dan gaan we naar deze manier. Want u was enorm... Ik zag u opeens helemaal aangaan. Ja. Volgens mij is het idee constant over het werk. En daar kan je namens verschillende werkgevers, wat ik totaal niet ben, over praten. Hoe creëer je een bedrijfscultuur waarin mensen zich zo vrij voelen dat ze durven te praten over het feit dat ze weinig armoede hebben? Of dat ze in financiële nood zitten en dat soort dingen. Dat lijkt me één. En twee, toevallig is mijn partner is iemand die bij de gemeente werkt. En ik ben dolblij met de gemeente Amsterdam, wil ik toch nog even gezegd hebben. Omdat ze heel flexibel met haar werkomstandigheden omgaan. Dus dat wilde ik even uit de praktijk voor de gemeente Amsterdam zeggen. Niet de hele situatie nee, er gewoon. Doen, maar, ik had het niet ervan. En zij kan behoorlijk flexibel in haar werk. Van ga dan maar thuis werken een dagje en dat soort dingen. Misschien is zij een toevallig voorbeeld hoor. Ja. Het is er maar eentje. Maar ik denk wel van ik ben best wel blij met die gemeente Amsterdam. Want daardoor kon ik toen ik opeens werk had, kon er heel flexibel daarmee omgaan. En had zij de mogelijkheid om een dag minder te werken, om op een thuis te gaan werken en dat soort dingen. En dat heeft ook wat te maken met... hoe prettig je het maakt dat je, want dat heb ik ook nog weinig gehoord... flexibele werktijden die het ook voor mensen met gezinnen, met kinderen... het veel makkelijker maken. Dat je inderdaad thuis kan werken. Dat je partners, als ze wel bij elkaar zijn, op elkaar kunnen aanpassen. Dat je oma even kan bellen. Dat soort dingen, allemaal nevenomstandigheden... Ja. Die ook heel erg belangrijk zijn om. Want een eenouder gezin kan natuurlijk niet meer gaan werken als er twee kleine kinderen thuis zitten en er geen vervangen oppas is. Roland. Ik sla even aan op uw suggestie. Ik denk dat werkgevers, als het goed is tenminste, minimaal één keer per jaar ook een formeel gesprek met hun werknemers hebben. En ik ben het helemaal eens met de mensen die zeggen, je moet, of het nou de formele werkgever is, of het teamleider is, of wie dan ook, je moet je mensen kennen. Maar in het gesprek van je mensen kennen, kun je mensen ook dingen aandragen en informeren over voorzieningen die er zijn. Om maar een voorbeeld te noemen, de gemeentepolis. Hè, dat is de zorgverzekeringspolis waar de gemeente de collectieve regeling voor heeft afgesproken. Daar zit bijvoorbeeld het eigen risico in wat is afverzekerd. Die is toegankelijk in principe voor iedereen tot 120, dan wel 130% van het minimumloon. Dus die kan ook iedere werkgever onder de aandacht brengen. Dat hoeft niet per se vanuit de gemeente. Dat kan ook iedere werkgever onder de aandacht brengen van zijn werknemers. Dus zeg je eigenlijk ook, de werkgever heeft in die zin een zorgplicht die breder ja, is? Ja, zorgplicht. Ik vind het helemaal. Ik vind dat in de relaties als een soort van logisch gebaar zou, of logisch iets zou moeten gebeuren, dat je ook bij werknemers die kinderen hebt, en wat je weet als werkgever wat je werknemer betaalt. Dus je zou ook kunnen wijzen op voorzieningen voor bijvoorbeeld kinderen, voor sportvoorzieningen en cultuurvoorzieningen, waarvan je weet dat ze misschien wel aan de dure kant zijn voor jouw werknemer. Ja. Khadija, ik zag jou driftig ja knikken. Ja, want ik wou even toevoegen, want ik hoor heel veel over mensen in schulden, want er zijn ook heel veel werkende armen die niet in schulden zitten, maar gewoon niet rond kunnen komen. Als ik zeg maar tussen twee kinderen moet kiezen, eentje wel op de sportschool zit en andere niet, omdat ik gewoon niet kan betalen, dan is dat ook armoede. Brood op tafel betekent niet dat ik niet arm ben, maar er zijn gewoon genoeg andere dingen waar we moeten naar kijken met z'n allen, van hoe kunnen wij de mensen helpen. Want heel veel armen die ik ken uit mijn eigen persoonlijke kring, of nou in het schoonmakerswerk of iets anders, die hebben geen schulden. Maar die kunnen amper rondkomen en die zijn bezig met overleven. En ik wil ook gewoon kunnen leven en niet meer overleven. Ja, ja. Dat wil ik. En als we dan naar de gemeente kijken, bijvoorbeeld in uw situatie, waar zou u dan mee, want we hebben toch veel gehad over de aandacht die is voor mensen die in de bijstand zitten. En dat het, volgens mij, Claire Marts, dat loopt soms een beetje scheef met de aandacht die er is voor de groep die daarboven zit, de mensen die werken. Ja, als je gaat kijken, ik heb ook het gezocht, zeg maar. Je werkt, je verdient zeg maar dan net genoeg om dan niet aan, zeg maar, aan dat zeg maar bijdrage te kunnen komen voor een wasmachine of een sportschool. Als je zeg maar €50 al boven zit, dan kom je al niet meer in Amerika. En in de €50 kun je geen sportschool betalen per jaar. Heel simpel. Dus dat moet hoger zijn. Ja, dus moet echt hoger. Er moet gewoon gekeken worden. Ik wil eerst even een reactie van Claire Marts. Hoe kijkt u naar bijvoorbeeld die regelingen, die grens van 120%? Ja. Is dat een goed idee om die hoger te maken dan?
Ja en nee. Laat ik eerst zijn. Kijk, de grens van 100% is natuurlijk het landelijk gemiddelde. Het leven in Amsterdam is duurder. Dus ik kan me voorstellen dat die grens in Amsterdam hoger ligt. Maar wat we nu doen is, we maken het leven in Amsterdam duurder. We verhogen belastingen voor onder andere de werkenden. En tegelijkertijd willen we dan ook weer de armoedegrens verhogen. En dat begint dan dus een vicieuze cirkel te worden die we moeten doorbreken. We moeten mensen zelfredzaam maken. Want door de rekeningen te verhogen en daardoor dus meer mensen onder de armoedegrens te laten leven, geef je alleen maar meer mensen de stempel arm. En dat is natuurlijk onterecht. We moeten zorgen dat die mensen gewoon zelfredzaam zijn. Voldoende geld overhalen. En ja, hiermee vergroten we alleen maar de groep. Ja, ja, ja. Dan kom ik hier. Ja. Nou, ik zat te denken, we hebben een aantal jaren hebben het over maatschappelijk verantwoord ondernemen gehad. Hè, voor veel ondernemers. Ik denk dat je daar het begrip sociaal-maatschappelijk aan moet toevoegen. Want dit gaat om een sociaal soort verantwoordelijkheid die werkgevers ook kunnen nemen. Hm. Ik zie, er zijn werkgevers die doen dat, denk ik ook. Maar er zijn heel veel werkgevers die doen dat waarschijnlijk toch niet of te weinig. Dus gebruik dat woord en zeg dat tegen elkaar om de rest te dwingen om zich daartoe te verhouden. Ja, mevrouw. Ik wil reageren op zelfredzaamheid. Ik ben benieuwd hoe zien werkgevers zelfredzaamheid als minimale loon zo laag ligt. Ja. Dus hoe kan je zelfredzaam, hoe kan je zelf probleem oplossen als we nog steeds zo lage lonen hebben? Ja. Ja, met andere woorden, tegen deze lonen kunt u niet zelfredzaam zijn. Is dat iets waar u iets... Nou, ik zou graag morgen €5 willen verhogen. Maar dan prijs ik mij aan de markt en dan ben ik volgende dag ook failliet. He? Dus ik zou graag u willen helpen, morgen, €5 meer. Ik heb ook een keertje, was ik er ook zo enthousiast om meer geld aan mensen te geven. Uiteindelijk ben ik er ook door de belasting op mijn vingers getikt. Want je moet iedereen zelf betalen. En wij doen er heel veel. Wij hebben 2 keer per jaar gesprekken met mensen. Mensen komen bij ons voor een voorschot, een tijdelijke oplossing. Maar wat mensen niet kunnen, is de grote schuld die ze hebben. We hebben regelmatig voorschot, regelmatige lening. En wij doen er echt heel veel. Maar ik kan het niet echt oplossen. Echt niet. Ik heb de overheid voor nodig en ik heb de opdrachtgevers ook voor nodig. Ik kan morgen om 10% mijn prijs verhogen. Maar wie gaat het betalen dan? Ik heb geen geld om die 10% te geven. Had ik het maar. Want wij doen een maatschappelijk veranderd ondernemen. Wij hebben dus naast onze onderneming, ja, gaat u even googlen, Namas, hebben wij dus ook die kansarme jongens. Jongens die op straat de top 400. Ik heb in de afgelopen 3 jaar heb ik 40. Nou, André die weet het ook wel. Hoeveel mensen en wat dat mij kostte. Ik leg de geld erbij. Maar ze werken nog steeds en ik betaal hun schuld. En ik heb een advocaat die voor hun werkt. Dus het zijn genoeg werkgevers in deze stad, niet alleen ik, die heel hoge verantwoordelijkheid dragen. Absoluut. Misschien want we naderen ook een beetje de laatste 10 minuten. Is er iemand die zegt, we hebben het nu over heel veel gehad, maar dit is nog echt wel iets wat we nog even moeten benoemen voordat we zo naar buiten gaan. Nou ja, ik denk dat het ook wel positief nieuws is, want terecht wat je zegt, hè, we werken ook samen om te kijken of we de jongeren ook in de zorg kunnen inzetten. Maar als ik om me heen kijk, dan zit ook de gemeente, doen we ook programma's mee waarbij we mensen met een achterstand ook in de wijk gaan inzetten om echt in de zorg te kunnen gaan werken. De zogenaamde redteams gaan we introduceren. De woonhulp hebben we geïntroduceerd, waar vorige week Hugo de Jonge was. Dat zijn mensen met een lichte beperking die we ook in een aantal functies in de zorg gaan inzetten. Dus ik ben niet natuurlijk, het probleem is heel groot, maar ik zie ook wel juist zeg maar door alle omstandigheden dat er hele creatieve ideeën, dat er hele goede samenwerking leidt tot mooie programma's voor zij in stroom en nieuwe kansen in de zorg. En daar liggen gewoon kansen en die kansen zijn er ook. Punt, iemand anders? Ja, ik heb deze meneer nog niet gehoord. Ja, ik hoor u, André Brand, nu wel dingen noemen die wel kunnen gebeuren. Maar ik hoor een paar keer vanavond dat dingen niet kunnen of dat de gemeente iets niet kan. Werkgevers gebonden zijn aan regels, de Belastingdienst. Ik wil alleen maar benadrukken, of ik ben heel blij dat u er allemaal bent, want uw betrokkenheid is heel duidelijk. Maar ik ben normaal optimistisch, maar ik zie ook een doemscenario. De arm-rijkverhouding wordt alleen maar groter in Nederland. En marktwerking, dat woord nam u terecht in de mond. Het is natuurlijk ook een politieke wil en een maatschappelijke wil om het anders te doen met elkaar. Want de gevolgen van armoede, de Stichting Leergeld weet er alles van en verschillende mensen hier ook. Er gaan hele vervelende dingen gebeuren als die arm-rijk verhouding groter wordt. De suburbs in Parijs zijn misschien een voorbeeld, dat willen we hier toch niet. Of dat Amsterdam alleen maar voor de rijken is. Er moet een politieke wil zijn, een maatschappelijke wil om met z'n allen de dingen te veranderen. Ja. En we weten het vanavond wel hoe het moet. We hebben een hele goede analyse gehad.
Mm-hmm. En nou, politieke standpunten verschillen natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar ik denk, nou, 5 voor 12, ik ben het helemaal met je eens. Ja, u zegt eigenlijk, de analyse wordt gedeeld, het probleem is duidelijk neergezet, maar nu moeten we de politieke en maatschappelijke wil organiseren om dat in gang te zetten. Don Cedor? Nou ja, ik word altijd een beetje, als ik het beeld van Parijs zie, denk ik, nou ja, ik hoop dat we dat niet in Amsterdam laten gebeuren. Maar inderdaad, twee dingen. Landelijk is aan zet. Ik denk dat er stappen gezet zijn, want de belastingen zijn hervormd, waardoor het nu ook meer loont. Tenminste, arbeid loont nu meer. Dus er wordt minder belasting wordt er afgedragen ten opzichte van het loon. Maar het moet natuurlijk beter. Je hebt natuurlijk ook de Europese invloed. Hè? Want wat net was aangegeven, als ik meer geld wil geven aan mijn werknemers, ja, er zijn andere mensen die best wel voor een lager bedrag dan gaan werken. Hè? Dus je hebt die dynamiek, die heb je ook. Waarbij ik me ook afvraag, wat is de rol van de gemeente Amsterdam? Als je het ook kijkt in een Europees perspectief. En inderdaad, nou ja, mijn advies als oppositie zou zijn, over 3 jaar stem op een partij die misschien niet de lasten, hè? Maar nee, precies. Nee, maar waar het over gaat. Wat u dan als ChristenUnie, u hoort dit allemaal vanuit de oppositie. Waar wilt u nou op duwen bij het college? We hebben wethouder Moorman 12 juni hier in een nagesprek. Wat zou volgens u dan hetgene moeten zijn dat zij in gang zou moeten zetten of meer aandacht? Ik heb wethouder Moorman een paar weken geleden gevraagd, want toen ging het over de bijstand. Toen heb ik haar gevraagd, hoe zit het nou met het feit dat wij de lasten in Amsterdam voor iedereen aan het verhogen zijn? En hoe zit het met de groep die nu niet in armoede zit, maar door de verhogingen het water steeds meer aan de lippen komt? En volgens mij wordt die groep steeds groter. Het wordt gewoon duurder. En dat is gewoon door politieke keuzes die momenteel gemaakt worden. Parkeren, je kan ervan vinden wat je wilt. Maar voor sommige mensen raakt dat gewoon, ook als ze naar het werken. Dat heeft gewoon invloed op een bepaalde groep. Hè? Of je nou een autoluwe stad wilt of niet. Nee, ik zou de vraag... Van muzici die de tarieven niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld de jazzclubs. Het is een opeenstapeling van dingen. Nee, maar dat zou ik aan Moorman, wethouder Moorman, willen aangeven. Het is goed dat u aandacht heeft voor de meest kwetsbaren, absoluut. Ja. Maar zij hebben geen blinde hoek dat door de lasten te verhogen we eigenlijk een nieuw probleem creëren dat steeds groter wordt. Ja. En daar maak ik me zorgen om. Ja. In het naprogramma hadden we een band in de foyer. En die komen spelen en die, nou ja, die fatsoenlijke gage betaald. Maar als je het uitrekent, die man die zet zijn auto daar neer. En dan ging er ook nog een paaltje omhoog, waardoor hij niet meer weg kon. Dat kon hij echt niet weten, want zijn navigatie brengt hem daar gewoon naartoe. Ja, dat hebben we allemaal gecompenseerd. Maar die was dus gewoon iets van €120 uiteindelijk kwijt, omdat hij de volgende dag pas zijn auto kon ophalen. Nou, het zijn van die anekdotes, die klinken een beetje zeikerig. Maar het is wel, want ik vond het wel opvallend dat in het begin in de definitie ook werd gezegd van dat je dus armoede ook iets is van hoe goed kom je mee in je eigen gemeenschap. En dat moeten we ook niet vergeten. Hè? Ik bedoel, je betaalt €7,50, ondertussen zit heel Amsterdam-Zuid met 3 bureaus, waar de kinderen er ook al in hebben, overal de stoep dicht te parkeren. Ja. En dat is wat in deze stad gebeurt. En ik ben helemaal niet tegen, ik vind iemand die hard werkt en succesvol is, die mag veel geld verdienen. Maar het moet wel kloppen. Ja. En nu met een heleboel maatregelen, die zijn helemaal niet links, die zijn hartstikke rechts van dit bestuur, vind ik hoor. Ja. Drijven een hoop mensen weg. Ja. Ja. Nou ja, we hadden dinsdag een spreker, die was hier een avondje en die stuurde inderdaad een factuur van €60 voor parkeerkosten. Ja. Ja. Claire Martens, het belangrijkste over 3 jaar wilt u ook dat we op uw partij gaan stemmen. Maar nu is er iets, behalve het lastenverhaal wat Don Cedor en wat u ook al heeft genoemd, waarvan u zegt dat is iets anders waar ik echt op wil duwen bij dit college, of wat ik echt belangrijk vind dat Marjolein Moorman aandacht aan besteedt. Nou, het is eigenlijk wat aan alle kanten wordt aangegeven, en dat is dat de scope, dus de visie die we zien, breder wordt getrokken. Hè. Het is niet alleen de groep die bij maatschappelijk werkers of bij woningbouwcorporaties in zicht is. En wat voor effect wellicht goed bedoelde maatregelen, als het verhogen van de parkeertarief en dergelijke, hebben voor gewone Amsterdammers. En ik denk dat we dat in onze ambitie om mee te gaan met de waan van de dag, vergeten dat heel veel mensen dat niet kunnen bijbenen en niet betalen kunnen. En ik hoop dat we die realiteitszin een beetje gaan terugkrijgen in Amsterdam, om te zorgen dat we het met z'n allen gaan doen. Want we hebben een hele grote groep minima en een hele grote groep maxima. En alles wat ertussen zit, dat verdwijnt naar de minima. En dat moeten we nu echt gaan voorkomen. En dat is inderdaad 5 voor 12 wat dat betreft. Ja. Goed. Ik vond het... We sluiten nog niet af, want we gaan nog even luisteren naar
Gershwin Bonaventura, maar ik vond in ieder geval... Het ging misschien alle kanten op, maar ik vond het een enorm inspirerend gesprek. In ieder geval, waar volgens mij veel zinnige dingen gezegd zijn. Ik hoop dat u daar uw voordeel mee doet en dat we zo daarmee doorgaan. De reden dat wij dit in ieder geval deden de afgelopen 5 maanden... en dus die voorstelling op 12 juni doen, is omdat wij ook zien dat die groep... Het cijfer is misschien niet bekend, maar iedereen onderkent dat de groep groeit. Dat is natuurlijk heel zorgelijk, dat je niet weet hoeveel werkende armen is. Nou ja, dat komt er dan nog bij. Ik geloof dat de maatschappelijke, op de agenda, dat steeds meer komt. Dus laten we kijken hoe we dat nog een duwtje kunnen geven met z'n allen. Misschien, Gershwin, voor ik je introduceer. Ja. Als je even naar voren wil komen, geef hem een warm applaus. Gershwin Bonaventura. Ja. Ik ga je zo een goede introductie geven, maar je bent naast stadsdichter en schrijver ook gewoon ZZP'er. Ja. Hoe luister jij naar zo'n gesprek dan vanavond? Is dat herkenbaar? Zeker. Ik denk de quote die we voorbij zagen komen, de oproep, dat zie ik dagelijks. Het Facebookbericht, dat zie ik dagelijks in mijn mail voorbij komen. Dus heel erg herkenbaar als kunstenaar. De vraag is, hoe ga je daar strategisch mee om dat te tackelen? Ja, en hoe ga jij daarmee om? Zoveel mogelijk impact proberen te maken. Zoveel mogelijk content proberen te maken. Ik denk dat het wat dat betreft gewoon echt waarde creëren is als kunstenaar. Ja. Anders is het gewoon heel erg lastig. Word je niet beschermd, vind ik. Ja. En vind jij ook dat jij als kunstenaar, en je wordt steeds bekender, je wordt steeds meer podia, een verantwoordelijkheid hebt om te uiten als je wordt onderbetaald? Zeker. Ja, absoluut. Ik ben nu inmiddels inderdaad wel op een punt dat ik kan zeggen van toch, dat vind ik niet voldoende. Maar voorheen had ik die positie niet. Dus het is heel erg lastig. Als je 150 euro krijgt en je moet daar 5 uur zitten om een samenvatting te schrijven. Ja, dan doe je dat maar. En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, dan doe je dat niet. Dan heb je ook geen 150 euro en geen content gemaakt en heb je helemaal niks. Snap je? Dus het is heel lastig. En wat dat betreft heb ik, de luxe positie gehad dat ik al heel erg jong was toen ik begon met schrijven. Ik had nog geen huis en vrouwen en kinderen, et cetera, et cetera. Ja, ja. Nu komt dat er wel allemaal aan. Dus nu de lasten hoger zijn, kun je ook wat meer vragen. Exact, kan ik wat meer vragen, maar heb ik natuurlijk ook al die 10 jaar ervaring. Ja. Inmiddels. Andere kunstenaars hebben dat misschien niet. Die beginnen misschien pas op hun 26e. En hoe ga je dan in hemelsnaam rondkomen? Ja. 10 jaar ervaring? Laten we dan vooral naar je gaan luisteren. Oh, God. Je bent stadsdichter sinds? Sinds wanneer? Niet zo lang. Maart. Sinds maart? Ja. Ja, dus het hele jaar schrijf jij voor het Parool, geloof ik. De komende 2 jaar zelfs. De komende 2 jaar? Ja. En daaromheen kunnen we jou op alle podia zien, denk ik. Ben je bezig met nog... Ik heb veel boekingen heb ik nog nodig. Dus als er mensen in de zaal... Ja, er zijn 4 werkgevers. Dus volgens mij is die binnengekomen. Andreas Fleischman is in ieder geval binnen. Laten we naar je gaan luisteren. Geef hem een warm applaus. Je mag erachter. Gershwin Bonaventura. Gershwin, je bent dichter. Kan je hiervan leven? Ach ja, ik leef. Ik kan na vandaag in ieder geval concluderen dat het niet uitmaakt wat we doen of hoe we leven. Veel mensen hebben na hun vaste lasten weinig te besteden. Want we kunnen werken, ondernemen, studeren, leren, onderwijzen, kunnen met pensioen zijn, kunnen alleen zijn. Kunnen samen, kunnen 1 kind hebben of meer. Kunnen een migratieachtergrond hebben, in de horeca werken, kunnen deeltijd, kunnen kunstenaar, kunnen schoonmaker zijn. Of huismoeder. Kunnen ambitie hebben, gestudeerd hebben of niet gestudeerd hebben. Kunnen bij de overheid werken, voor de overheid werken. Kunnen een hoog uurloon hebben. Weinig uren werken. Of andersom. Kunnen werken, kunnen meer werken, kunnen meer werken en meer werken. Kunnen van 25 naar 32. Van 32 naar 40. Van 40 naar 50. En daarnaast nog steeds een bijbaan hebben. Kunnen nog steeds relatief arm zijn. Kunnen kosten dragen. Kosten delen, kunnen ruilen en geven. We kunnen het als een probleem zien of gewoon als leven. We kunnen bijstaan, kunnen werken of in de bijstand. Kunnen bestaan in relatie tot onze sociale positie. Kunnen bijdragen aan de economische positie. Kunnen kunstenaar zijn, want het is een kunst om van je kunst te leven. Kunnen wetten breken, binnen de regels. Nog steeds keer zijn. Het kan een taboe zijn. We kunnen de gemeente de schuld geven,
zelf met een schuld leven, kunnen verantwoordelijkheid nemen, kunnen niks doen, kunnen per branche kijken, kunnen wetenschap niet met realiteit vergelijken, kunnen niet rondkomen, kunnen net rondkomen, kunnen 10 uur per dag, kunnen cultureel ondernemerschap stimuleren, kunnen strategische keuzes. Ik kan mijn mail analyseren en concluderen dat het meest voorkomende is: we hebben geen budget. Wil je gratis voordragen? Maar wie gaat mijn kosten dragen? Kunnen minimumloon verhogen. Bruto en netto. Kunnen meer kinderbijslag. Minder kinderopvang. Kunnen callcenters. Werken. Flex werken. Wegwerken. Overwerken. Kunnen werken en arm zijn. Minder willen. Harder werken. Kunnen slim zijn. Kansrijk. Kunnen financieel in nood zijn. Stress en hoofdpijn. Kunnen werknemers zorg dragen. Kunnen werkdruk ervaren. Kunnen 10 uur per uur. Wel 20 jaar ervaring. Kunnen hogere eisen stellen. Kunnen geen kaarten voor een festival kunnen bestellen. Geen vakantie. Niet uit eten. Geen wedstrijdje Ajax. Maar ook geen contributie. Kunnen mensen van een leuke avond voorzien. Een spannende avond. Kunnen aanvragen doen. 80% krijgen. In feite 50% te weinig. Kunnen grenzen stellen. Signalen herkennen. Kunnen loonbeslag verbergen. Kunnen samenwerken. Met hart en ziel. Het Rijk, gemeente, werkgevers en werknemers. Zodat we net iets meer overhouden. Zodat we net iets meer kunnen delen. Zodat we niet meer hoeven te werken voor ons leven. Maar kunnen werken en leven. Zodat we in ieder geval kunnen werken en leven. Gerswin Bonavatia. Voordat we naar de bar gaan, heb ik nog één mini-verzoek voor u. Ik wil heel erg danken voor uw komst. Ik wil het panel, de gasten die we hebben uitgenodigd, enorm bedanken. Maar ook de rest die de moeite nam hier te komen vanavond en mee te praten en uw ervaringen te delen. Omdat we dit onderwerp nog verder op de kaart willen zetten, maar ook omdat we benieuwd zijn wat u ervan vond, hebben wij, en ja, het woord klinkt zwaarder dan het is, het zijn eigenlijk gewoon twee papiertjes, maar je noemt het dan een enquête, waar een paar vragen op staan. En het zou ons enorm helpen als u even wilt invullen wat u van de avond vond, want dan kunnen wij zorgen dat we mooiere avonden maken. En dan daarna bent u helemaal vrij om lekker naar, ik hoop naar de bar te gaan, nog even met ons na te praten en een drankje te doen. Voor nu een fijne avond en dank jullie wel. Thank you.